25. jaar. Echt waar. Ben je zo oud? 25. Zo oud was Hans toen hij zelfmoord pleegde. 2 jaar later Rudolf. Weer 14 jaar daarna Koorts. Paul en ik zijn de enigen die zich niet van de broertjes, bedoel ik dan. Dus. God, 25. Ja, toen ik zo oud was als jij, had ik al 3 jaar logica gestudeerd. Hier, in Cambridge. Ja, als kind was ik gek op vliegen. Daarom, ik moest van mijn vader per se iets nuttigs doen, iets technisch. Dus ging ik maar aerodynamica studeren. En ik had in Manchester, en ik had toen, dacht ik, een propeller bedacht. Die door zijn vorm zichzelf voort kon stuwen. Waardoor je op een gegeven moment zonder motor zou kunnen vliegen. Goed, tijdens het ontwerp daarvan stuitte ik op bepaalde complexe wiskundige problemen, waardoor ik me moest gaan verdiepen in de fundamenten van de wiskunde. En omdat men toen op dat moment net had ontdekt dat de absolute waarheid van de wiskunde enkel en alleen gefundeerd kan worden in de absolute waarheid van de logica, kwam ik op die manier bij de logica terecht. Dus via het vliegen bij de logica. 25. Zo oud was ik toen de oorlog uitbrak. Ik had niet in dienst gehoeven, vanwege een hernia. Of toch vooral vanwege het feit dat ik uit een van de rijkste families ter wereld kwam. Maar ik ging toch bij de infanterie. Niet als officier, wat makkelijk had gekund, wat zelfs vanzelfsprekend was geweest. Nee, als infanterist, als kanonnenvlees. Ik heb me vrijwillig aangemeld als kanonnenvlees. Niet als officier, niet als strateeg, niet als denker. Omdat ik een beter mens wilde worden. Omdat ik iets anders wilde. Net als iedereen. De hele wereld wilde iets anders op dat moment. De heel Europa wilde iets anders. De hele Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie wilde iets anders. En dus ging ik in dienst bij het Oostenrijkse leger. Theoretisch was het dus heel goed mogelijk geweest dat ik tegen mijn vrienden uit Cambridge, die ook allemaal iets anders hadden willen, had moeten vechten. Dat ik tegen David had moeten vechten. Uitgerekend tegen David, die het fantastisch vond dat ik vrijwillig in dienst was gegaan. Net zoals ik het fantastisch vond dat hij vrijwillig in dienst was gegaan. Theoretisch was dat volkomen mogelijk dat we op een dag op elkaar hadden moeten schieten, David en ik. Gelukkig werd ik gestationeerd aan het Oostfront. Ik had Tolstoj en Dostojevski bij me. De gebroeders Karamazov. Overdag las ik de Russen en 's nachts schoot ik op ze. Ik las Tolstoj, die schreef dat de mens niet alleen door het vlees, maar ook door de geest is verwekt. En dat daarom in hem het hemels koninkrijk zal zijn. Dat uit het vlees geen geest geboren kan worden. Slechts uit de geest kan de geest zijn. De geest, dat is datgene wat in jou leeft. Vrij en verstandig. Datgene waarvan je begin nog einde kent. En hetgeen elk mens in zich voelt. Ik las Dostojevski, die schreef dat wie buiten het leven zelf geen doel meer heeft, dat die het doel van het leven heeft bereikt. Die passages, samen met de brieven van David, zorgden ervoor dat ik bleef leven. Vanaf mijn 25e was ik 5 jaar soldaat, waarvan 1 jaar krijgsgevangene. Tot 1919, tot mijn 30e, vlak voor ik gevangen werd genomen. Toen schreef ik
dat de angst voor de dood het ultieme bewijs is voor een verkeerd, dat wil zeggen slecht leven. Terwijl Krakau werd gebombardeerd, schreef ik dat de wereld een onverschillige wereld is. Dat de wereld, dat er in de wereld zelf geen goed of kwaad is. Dat wij de grenzen zijn van de wereld. Dat in ons goed en kwaad zit. En aangezien wij de grenzen zijn van de wereld, het goed en het kwade dus de randen van de wereld zijn. In die loopgraven, in die krijgsgevangenschap, schreef ik mijn traktaat. Mijn logisch-filosofisch traktaat. Waarin ik de grenzen van onze taal en dus de grenzen van ons denken afbaken, waarmee ik alle filosofische problemen in één keer oplos. Ja, oplos, letterlijk. Zoals je een deurslot waarin je sleutels blijven steken en afgebroken is, niet repareert. Dus niet dat afgebroken restje sleuteltje eruit pult met een fijnzinnig gereedschap, maar dat hele geval in zijn geheel in een bad met zoutzuur onderdompelt, waardoor dat hele slot met defect en al, met afgebroken sleutel en al, oplost. Alle filosofische problemen. Wat is God? Opgelost. Wat is schoonheid? Opgelost. Is schoonheid hetzelfde als waarheid? Opgelost. Heeft kunst nut? Opgelost. Wat is de zin van het leven? Opgelost. Is een zinloos leven hetzelfde als een onwaardig leven? Opgelost. Is het überhaupt mogelijk een zinvol leven te leiden? Is de zelfmoord toegestaan? Is dat iets wat we elkaar dan maar gewoon moeten toestaan? Opgelost. Allemaal, al die problemen ontmaskerd als schijnproblemen. Als onzinnig, niet zinloos. Zeker niet zinloos, maar wel onzinnig. Ik heb tegen het denken ingedacht en ik heb gewonnen. Mijn denken heeft gewonnen van het denken. Wat begon met een vlieger, eindigde in het neerhalen, eindigde in een overwinning op onze intelligentie. Wat begon met een oefening in opstijgen, eindigde in het neerhalen van 3000 jaar westerse wijsbegeerte. Ik heb wel net iets te lang geleurd met dat manuscript. Ja, dat was een beetje gênant. Ik heb net te veel uitgevers ermee lastig gevallen. Die Brenner, via Fikker kwam ik daar terecht. Ik heb het bij Reklam geprobeerd, via Freke. Braumüller heb ik nog geprobeerd. Braumüller, dat is de uitgever van Weininger. Weininger, niet gelezen? Nee. Geschlechtend karakter? Nee. Het is goed, er staan absoluut enkele geniale passages in, maar je moet het niet lezen. Nee, dat moet je absoluut niet lezen. Dat wil ik niet. Beloof je me dat je nooit Weininger zult lezen? Hij schrijft over het verschil tussen mannen en vrouwen. Over de vrouwelijke seksualiteit. Hij schrijft ook over mannen. Het is een vreselijk boek, het is absoluut vreselijk boek. Ik neem het toch mee. Het maakt ook helemaal niet uit of ze mijn boek publiceren of niet. Ik weet dat ik een goed boek heb geschreven. Ook al zullen de meeste mensen er toch niets van begrijpen. Wat misschien raar klinkt, omdat het niets nieuws is wat ik beweer. Maar die twee sluiten elkaar niet uit. Het feit dat je het best zelf had kunnen bedenken, wil niet zeggen dat het begrijpelijk is. Al wordt het enkel door de promotiecommissie gelezen en een handjevol vrienden, al wordt het door maximaal 30 man gelezen die er niets van begrijpen. Ik weet zeker dat Russell er niks van gaat begrijpen. Ik vraag me af of David het begrepen zou hebben. Maakt niet uit. Het bestaat. Het bestaat, daar gaat het om, dat het bestaat. Ook al vertel ik niets nieuws, toch? Of nou ja, waarschijnlijk is het ook weer zo dat je juist door steeds hardnekkig het oude te blijven herhalen, in een tijd die steeds maar vernieuwt en het nieuwe wil, dat je vanzelf iets nieuws maakt. Ja, als alles nieuw is en de hele tijd nieuw wil zijn en je bent de enige die iets oud maakt, dan ben jij degene die iets nieuws maakt. Dat is logisch, toch? Als iedereen iets anders wil en iedereen dus iets anders maakt en jij blijft als enige hardnekkig hetzelfde maken, dan ben jij degene die iets nieuws maakt. Maar goed. Het werkelijk nieuwe.
Het echt nieuwe, het echt, echt werkelijk nieuwe. Dat is iets wat je helemaal niet wil. Dat is iets wat je niet moet willen. Nee. Dat is eigenlijk alleen maar bezig je in te halen en te vermorselen. Het echte nieuwe. Het echt nieuwe? Nee. Nee. Nee, om dat in de ogen te kijken, dat vergt te veel. Nee, ik heb niets nieuws gecreëerd. Ik heb iets vernietigd. Ik heb ruimte gemaakt. Morgen ben ik weg. Morgen stop ik met filosoferen. Welkom bij de Bucketlist Filosofie. Deze keer over een van de meest enigmatische denkers uit de filosofie, denk ik, Ludwig Wittgenstein. U hoorde en zag zojuist toneelschrijver, regisseur en taalfilosoof Bo Tarenskeen. En Wittgenstein noemt hij onomwonden zijn lievelingsfilosoof. En voor zijn 11-delige voorstelling waagde hij het om in het hoofd te kruipen van deze briljante, maar ook gekwelde denker. We zullen straks nog wel meer over die voorstelling horen. In Bucketlist Filosofie staan klassiekers centraal uit de filosofie die vandaag de dag nog altijd een grote waarde hebben. En deze avond bespreken we het gedachtegoed van Wittgenstein over taal en over de grenzen van ons denken. Wittgenstein was een telg uit het schatrijke Weense geslacht. Zijn vader was staalmagnaat en heeft zowat alle spoorlijnen volgens mij van Cambridge tot Rusland van staal voorzien. Daar rijden wij nog steeds overheen. Wittgenstein is een briljante denker, maar niet eenvoudig. Niet voor zijn leerlingen en ook niet voor zichzelf. Schrijver en arts Bert Keizer, en filosoof trouwens, doet met zijn herziene uitgave van zijn boek Leven en Werk van Ludwig Wittgenstein een poging om dat complexe werk enigszins begrijpelijk te maken. En zometeen zal hij een mini-college verzorgen over die inleiding. Vervolgens ga ik met Bo Tarenskeen en Bert Keizer in gesprek over het leven en werk, met name van de jonge Wittgenstein. En daarna horen we een dialoog tussen de jongere Wittgenstein en de oudere, ofwel Wittgenstein 1, zoals dat wel genoemd wordt, die van de Tractatus Logico-Philosophus. En Wittgenstein 2, die van de filosofische Untersuchungen. En die worden vertolkt door twee clowns, Jo en Wit. En dat zijn de hoofdpersonen in Wittgensteins wereld, de binnenkort te verschijnen biographic novel van vertaler, toneelschrijver en dichter Erik Mindervoet, met tekeningen van Saskia Valser. Dat is, laten we zeggen, deel 2 van de avond. En aansluitend spreek ik dan met Mindervoet, Keizer en Tarenskeen over de latere Wittgenstein. En vooral over de betekenis van zijn werk voor de filosofie en voor ons vandaag de dag. Wat hebben we nog aan die taalfilosofie van Wittgenstein? Waar liggen de grenzen van wat we kunnen uitdrukken? En kunnen we elkaar eigenlijk wel echt begrijpen? Maar we beginnen het programma met een korte introductie op het werk van Wittgenstein door Bert Keizer. Ah, daar gaan we. Dames en heren, ik mag 2 keer 10 minuten. We doen een heel klein beetje Wenen, we doen een klein beetje Tractatus en we doen een klein beetje filosofische onderzoekingen. Ik mocht hier, ik denk 18 jaar geleden ook een keer, en toen kreeg ik een vol uur. Ja, de tijden veranderen. En toen had ik dan ook geen PowerPoint natuurlijk, maar stond ik het heel braaf voor te lezen. Ik was zo bang dat ik het anders niet over het licht heen zou weten te tillen in, zeg maar, behapbare brokken. We gaan kijken of het zo ook lukt. Dit plaatje is natuurlijk keizer Frans Jozef. Hij heeft zichzelf helemaal beplakt met wat wij denken dat operettenmedailles zijn. Ze zijn toch echt, echt. En het grappige is natuurlijk dat hij de meeste zelf verzonnen en ik vrees ook zelf opgespeld heeft.
Hij, je ziet hier een verkalkte oude man. Ik bedoel dat niet denigrerend. Frans Jozef was niet de allerslechtste. Hij was intens saai, maar is wel de man die de Joden wat meer ruimte gaf in juridisch en in civielrechtelijk opzicht in het dubbelrijk. Frans Kafka is Frans genoemd naar keizer Frans Jozef, een gebaar van dankbaarheid van zijn vader, omdat Frans Jozef de Joden wat meer ruimte gaf. Nou, het Habsburgse Rijk was een nare, verkalkte ambtenarij, een staatsbestel wat op een afschuwelijke manier bevroren was. Je wist in de derde van het gymnasium kon je uitrekenen wat je op je 52e zou bereikt hebben op het gebied van promotie in termen van een ambtelijke loopbaan. Nou, jullie kennen de Mozartkugel en de Lipizzaner hengsten. Er staat nu nog een karkas overeind in Wenen van wat er ooit allemaal was. Die façade, die overwoekerde façade, dat idiote uit de hand gelopen ornament waarmee die wereld overdekt was, liep enorme weerstand op in een hele generatie van jonge denkers, schrijvers, schilders, poëten, componisten in de tweede helft van de 19e eeuw. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal in Wenen is geboren in die jaren. We gaan even heel snel de namen langs. Je hoeft ze niet uit je hoofd te leren, je kunt ze allemaal opzoeken in de encyclopie. Karl Kraus, Kokoschka, Freud, Schnitzler, Klimt, Stefan Zweig, Adolf Loos, Egon Schiele, Otto Wagner, Robert Musil, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg. Daar rechts ziet u twee plaatjes. Boven is het Adolf Loos huis en daaronder is de Hofburg. Het gaat om het verschil tussen deze twee gebouwen. Dit is die overboekende ellende waar Wittgenstein en zijn generatie zich tegen verzetten. En dit is het Adolf Loos huis, zeg maar de ornamentloze architectuur die zich daar tegenover stelde. Hier heb je hoe filosofie eruit zag voordat Wittgenstein begon. En hier zie je hoe Wittgenstein onder al die, zeg maar, idiote dingen een hele strakke en een beetje cubistische, logische structuur probeerde te ontdekken. Dat verzet tegen dat ornament is iets waarvan Karl Kraus een van de grote voormannen was. Kraus zei over de Oostenrijkers dat ze het enige volk is dat dommer wordt door ervaring. En over taal zei hij, de meeste mensen leven zozeer op een afstand van taal dat ze denken dat ze kunnen spreken als ze kunnen spreken. Billy Wilder, de regisseur uit Hollywood, die zei de Oostenrijkers zijn niet zo stom, ze zijn eigenlijk geniaal omdat ze erin geslaagd zijn de hele wereld wijs te maken dat Ludwig Beethoven uit Wenen komt en dat Hitler een Duitser was. Dat was hij niet, hè? Freud. Daar is iemand die de façade op zijn manier te lijf ging. We lachen nu allemaal een beetje om de inhoud van Freud, maar het schema van Freud hebben we wel degelijk geaccepteerd. Dat er een bovenbouw is, een onderbouw, dat er een strijd is tussen wat je denkt en wat je voelt. En Freud's missie was, en die is vergelijkbaar met wat Wittgenstein wilde, Freud wilde van neurotische ellende echte ellende maken. Dus je durft niet 's avonds de straat op. En als je door Freud geanalyseerd was, dan weet je dat je iets heel merkwaardigs met je moeder wilde. En dan was je uit de brand. Maar Wittgenstein vergeleek zijn methode wel met die van Freud. Ik heb al deze leuke Weners opgenoemd. Er waren ook minder leuke mensen in Oostenrijk. Wenen is ook de geboorteplaats van het fascisme. Jullie weten allemaal dat Hitler helaas werd afgewezen in de kunstacademie. Dat hadden ze nou niet moeten doen. Toch, dat was nou één leerling waarvan ik dacht, hoe klote die aquarellen ook zijn, in godsnaam nemen. Zo is het niet gelopen. Ze hebben even op dezelfde school gezeten, in Linz. En daar wordt vergeefs heel veel omheen gesponnen, maar het is toch wel een toeval dat ze daar toevallig op dezelfde school zaten. Op het plaatje denk ik altijd dat Hitler er veel stommer uitziet dan Wittgenstein, maar dat heeft voor de verder verloop van de geschiedenis helaas helemaal niks betekent. De Wittgensteins waren, Bo had het er al over, nee, Daan had het erover. De Wittgensteins waren geassimileerde Joden. En een geassimileerde Jood was iemand die eigenlijk vergeten was dat hij Jood was. Het ging zo goed, maatschappelijk, dat ze eigenlijk op geen enkele manier meer aan de marge van de maatschappij zaten. Dat is een tijdje goed gegaan, maar we weten allemaal helaas wat een afschuwelijke prijs ze hiervoor uiteindelijk hebben moeten betalen.
De Tractatus. Is het, ja, is het geschrift van een jonge man. Hij gaat hierbij voorbij de façade de diepte in. Wittgenstein in de Tractatus, die boort recht omlaag op zoek naar de essentie van taal. Zijn zorg is, hoe kan taal, die zo overwoekerd was, hoe kan taal zich verhouden tot de wereld en wat is de moeite waard om te zeggen? Bo heeft net even laten zien hoezeer Wittgenstein dacht dat hij 3000 jaar filosofie oploste in Zuid-Zuur, zodat er helemaal niks van overbleef. Dat was inderdaad zijn onderneming. Zijn filosofie eindigt niet met een serie statements, zo zit het. Kijk even hier, ik zal jullie het schema geven. Zijn filosofie was een uiteennemen van zeer merkwaardige omhulsels die iets verborgen, waaronder dan de logische en werkelijke structuur van een taaluiting te vinden was. Het heet dan ook even logisch atomisme. En filosofie is de strijd tegen de vermomming van de gedachte door taal. Er staat zelden wat er staat. Even heel flauw, een voorbeeld is op is op. Als het ergens bij een winkel staat op is op, dat is heel iets anders dan A is A. A is A is saai. En maar op is op is een mededeling over als we niks meer in de schappen hebben, dan gaan we niet bijhalen uit het magazijn. Een moeilijk probleem is, hoe kan taal aanhaken bij de wereld? Wittgenstein heeft daar in de Tractatus een ander idee over dan in de filosofische onderzoekingen. Hoe lukt het jou om in woorden te zeggen dat het buiten sneeuwt? Nou, zegt Wittgenstein, een bewering is in zekere zin een beeld. Een beeld van wat zich afspeelt over in de buitenwereld. En het gekke is dat als je naar het zinnetje kijkt, het sneeuwt buiten, dat lijkt niet erg op de sneeuw die buiten neerdwarrelt. Nou, zegt Wittgenstein, een bewering is een beeld van de werkelijkheid. En hij zegt, er moet iets overeenkomen tussen wat je zegt en de situatie die je beschrijft, anders kun je de situatie natuurlijk niet beschrijven. En hij gebruikt als voorbeeld een ongeluk, een verkeersongeluk, wat gereconstrueerd wordt in de rechtszaal. U ziet hier op het plaatje, de aansteker is natuurlijk de brandweerauto, de afstandsbediening is de tram, u ziet alle passagiers zitten. Het lucifersdoosje is de Amsterdamse taxi die uit een zijstraat tevoorschijn komt scheuren. En de balpen is natuurlijk de Amsterdamse scooterrijder die zich altijd overal tussendoor wil wrikken. Wat er gebeurt is, die taxichauffeur, die wordt pissig, die ziet de brandweerauto komen, die geeft extra gas om eens eventjes over de kruising heen te schieten. En helaas pakt hij de scooterrijder mee. Het leuke is dat, u luistert naar mij, u kijkt naar het plaatje en je ziet meteen, er is iets in die plaat, in deze afbeelding, die klopt met de feiten die hij beschrijft. En het is leuk als je het zo zegt, want als je de straatnamen niet kent en je moet zeggen, ja, maar dat is de Van Wouw, nee, dit is de Nassaukade. Volgens mij is dat, oh nee, god, dat is iets voorbij, raakt me zeggen. Dan krijg je een, maar als je het zo laat zien, dan weet je meteen, nou, voor Wittgenstein is dit een van de mogelijkheden waardoor het in taal mogelijk is om iets te zeggen over de wereld. In de Tractatus komt hij uiteindelijk door zijn uitkleedpartij, die we nu echt niet helemaal kunnen vervolgen, tot vier groepen van mededelingen. De eerste is logica, A is A. De tweede is wiskunde, E is 2 plus 2 is 4. De derde is wetenschap, E is MC kwadraat. En de vierde is alledaagse zaken, die Gordon Ramsay is een vervelende vent. Wittgenstein had een hekel aan, en daar hebben wij allemaal last van, een hekel aan de overschatting van wetenschap. Mensen denken heel erg sterk dat als ergens een wetenschappelijke verklaring wordt gegeven, dat ze dan een situatie begrijpen. Een van de leukste uitwassen, tenminste als je dat leuk vindt, is het huidige neuroaanbidding, waarbij mensen als ze op een scan zien wat neuronen doen, terwijl ze denken aan hun schoonmoeder, dan denken ze dat ze dat denken aan hun schoonmoeder beter begrijpen. Het is heel grappig, Dick Swaap is een aanbidder in deze tempel. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over, want je wordt op geen enkele manier wijzer als je op een scan ziet wat er gebeurt. Maar dat is wetenschapsaanbidding. En de illusie dat we door een wetenschappelijke analyse wijzer worden over ons uiteindelijke lot. Wittgenstein zei, als alle, maar dan ook alle wetenschappelijke vragen beantwoord zijn, dan nog heb ik het idee dat er over mijn zijnsvragen op geen enkele manier iets gezegd is. Want als je naar de arts gaat tegenwoordig, dan krijg je een ingewikkeld biochemisch verhaal.
met nucleotide en alle hydraulische onzin over waarom je klep het niet doet, maar je krijgt niet te horen waarom jij lijdt. En dat is wat Wittgenstein haat in wetenschappelijke kennis. Nou gebeurt er iets in de Tractatus dat heel vreemd is. Hij zit in taal en hij spreekt over taal. Dat is raar. Hij bevindt zich eigenlijk naast de taal om te kijken wat in de taal te doen is. Hij zegt het zelf ook, als ik de grens van iets wil aangeven, moet ik aan beide zijden van die grens kunnen denken. En hij doet alsof hij dat kan in de Tractatus. En hij vindt het zelf ook een paradoxale onderneming en zegt aan het einde dat als je terugkijkt op wat hij heeft beweerd, je eigenlijk zult moeten toegeven dat het onzin is. En ik vind het een hele onelegante ontsnapping uit een paradox waar we niet uitkomen. Dat lukt hem ook niet in zijn latere werk. Je kunt met een hamer op een spijker slaan, maar je kunt niet met die hamer in je hand op die hamer slaan. Dat gaat niet. En toch doe je dat in taal. Het is een hele merkwaardige goocheltruc, een soort salto achterover, die we binnen ons denken altijd weer doen. Maar het is een paradox waar hij eigenlijk geen oplossing voor heeft. De filosoof, zegt Wittgenstein, zou op bezoek moeten gaan bij zijn eigen stam als een antropoloog. Maar dan wel eentje die van Mars komt en niet een die uit een ander deel van de wereld komt. Want wij wonen allemaal in hetzelfde dorp. En dus als je iets over de mensheid zou willen weten wat werkelijk zeg maar, stand houdt, dan moet je niet in het dorp zelf de inwoners gaan vragen. Dan zul je van elders moeten komen. Dat is de positie die Wittgenstein zoekt. Daarom zegt hij ook, wij zouden zoveel willen zeggen over het leven. Maar ik kan alleen maar naar deze vier, die ik zojuist genoemd heb, categorieën van uitingen spreken. En dan moet ik vasthouden aan het feit dat er zoveel vragen zijn waarvan we eigenlijk niet in de gaten hebben dat als we er een antwoord op geven, we helemaal niks zeggen. Het is bellenblazen met havenmazenpap, zei mijn buurvrouw altijd. De ladder, hè, dus die had je weg moeten gooien. De filosofische onderzoeking is een ander boek. De Tractatus is een boek dat eigenlijk geschreven is door een jonge man. Iemand met een missie. Hij was gedreven, hij wist het zeker. Bo heeft het gezegd, hè? Hij was gewoon uit de brand. De hele filosofie had hij nou, niet afgebrand, maar op een vernietigende wijze zijn plek gewezen. Dat is een visie die is scherp en beslist. Het is ook een boek wat eigenlijk het is verkondigend. Het is niet zoekend, hij vindt de hele tijd. Dat verwaait over de jaren. Daar is een hele interessante biografische ontwikkeling, daar gaan we nu niet op in. Maar het is wel degelijk zo dat die scherpe, die omlaagborende, de essentie zoekende filosoof van de Tractatus, die verdwijnt geleidelijk in de filosofische onderzoekingen. Wittgenstein verlaat zeg maar de academie en hij gaat naar Albert Heijn, om eens te kijken wat mensen daar doen. Hij is weg van de bewering dat taal alleen maar gaat over die vier categorieën die we zojuist noemden. Nog even een leuke opsomming van de Tractatus. Dit is in een brief in 1923 aan Ludwig Hensel. Hensel was een heel belangrijke vriend voor hem uit zeer donkere dagen in zijn onderwijsdagen. Hij zegt, ik heb je vandaag helemaal niks te melden dat de moeite waard is, want alles wat enigszins interessant is, laat zich niet feitelijk opschrijven. Waarover we niets kunnen zeggen, moeten we ook niks zeggen. En al het feitelijke is niet interessant. De filosofische onderzoekingen. Ja, Wittgenstein is een man die, er is nog een filosoof die dat deed, die terugkeert op zijn schreden. Dus in de Tractatus zei hij, taal is dit. En in de filosofische onderzoekingen zegt hij, sorry, maar taal is natuurlijk veel meer dan een mededeling doen. Je kunt in taal kan je vloeken, je kunt smeken, je kunt bidden, je kunt dingen regelen, je kunt iemand opbellen, je kunt vragen stellen. Taal is jemig. Taal is zo wijd als het leven zelf. Vandaar dat hij naar Albert Heijn gaat en niet meer in een academische setting zich afvraagt, wat is nou precies de, noem het maar op. Maar hij gaat de wereld in en vraagt zich af, wanneer zeggen mensen iets? En wat bedoelen ze daarmee als ze dat zeggen? In welke context gebruiken ze deze woorden? Omdat een academische filosoof die zit te denken over de essentie van het goede, heeft een woord eigenlijk uit de stroom van het leven weggehaald en plaatst het in het aquarium van de filosofie en gaat er daarna zitten staren en je komt er nooit achter wat er aan de hand is. Ja, dus je moet als filosoof, Wittgenstein zou als filosoof, datgene doen wat eigenlijk alleen maar haalbaar is als je iets wilt zeggen over mensen, taal
en wereld. Heb je hem? Ja. Oké. Hij zijn telefoon viel van zijn schoot af, hij greep hem. Ja, afscheid van talen als bewering. En jullie zien dan, we moeten even kijken naar woorden als gereedschap. Woorden zijn dus niet die dingen met die logische structuur en die overeenkomst met die gebeurtenis. Woorden zijn dingen waarmee je iets kunt doen. En hij zei, het verraderlijke van woorden is dat als je ze ziet op een bladzijde, dan lijken ze sprekend op elkaar. Het is heel moeilijk om, dit is één stukje is Russisch en het andere is een Scandinavische taal, ik weet niet welke. Wie ziet het? Deens? Dankjewel. Nee, maar dat reken ik goed hoor. Je ziet dus niet aan woorden hoe verschillend ze zijn. Als je ze allemaal voor je hebt op een bladzijde, dan helemaal niks. Je ziet gewoon een hagelbui en het is heel moeilijk om zeg maar één hagelsteen eruit te halen en te zeggen, dit doet hij. Als je gereedschap inpakt in papier, ja sorry, ik heb zitten vreubelen om dit even te doen. Je kunt gereedschap inpakken in papier en dan is het moeilijk gissen wat er nou in die papiertje zit. Maar als je het papiertje eraf haalt en Wittgenstein zegt, als je naar het leven gaat en gaat kijken wat er gebeurt met dit woord, dan zie je het stuk gereedschap. En dan zie je ineens wat een woord kan doen. Je hebt dus veel woorden. Het leukste is om te kijken naar één woord wat in andere contexten steeds iets anders betekent. Let even op. Je kunt in januari, diep in de nacht, in een enorme pestbui, in een storm, in je eerste huwelijk, in Groningen zitten, in je Fiatje 500, terwijl je in de horeca werkt. Nou, dat is, ja, dat zeg je niet elke dag, maar het gaat even om het idee. Dit is 8 keer in één zin heb je nog een in. En elk in is weer anders. En Wittgenstein vecht in de filosofische onderzoekingen tegen het essentialisme. Zeg me nou precies wat in betekent. En hij zegt, dat gaat niet. Want in een Fiat, of in een huwelijk, of in een stad, of in een pestbui, dat zijn allemaal verschillende innen. En je komt erachter wat het betekent als je naar die toestanden toe gaat en kijkt wat mensen ermee doen. Nou, die in is een heel leuk voorzetsel, omdat we het gebruiken, al eeuwen gebruiken, voor de ziel, hè, die in het lichaam zit. Ja, de ziel zit in het lichaam. En hier heb je een leuk voorbeeld van wat er gebeurt als je het idioom van een woord meeneemt naar een context waar het eigenlijk niet past. Je kunt van een zakdoek zeggen, die zit in de zak. En als die in de zak is, dan kent die er ook uit. En het leuke van het in bij de ziel zit in het lichaam, dat de verleiding om te zeggen, ja, kom op nou, wat erin zit, kan er ook uit. En nou, dat hebben we dan ook gedaan met die ziel. He, die kon het lichaam uit. En als die ziel helemaal het lichaam uit is, nou, dan heb je een carnaval aan. Enfin, dat weten jullie wel. Maar die ziel, hoe zit de ziel dan in het lichaam? Zeg jij het dan als keizer? Nou, we gaan even kijken. Niet zoals in januari. Ook niet zoals in de nacht. Ook niet in een enorme pestbui, want de ziel is een enorme pestbui. In een storm, eerste huwelijk, in Groningen, in je Fiat. Dan komen we dichterbij. De ziel zou in het lichaam kunnen zitten als een mens in een Fiatje. Maar Descartes had al gezegd, dat is niet waar. Ik zit niet in mijn lichaam als een stuurman in zijn boot. Want als die boot dan averij oploopt, dan heeft de stuurman geen pijn. Ik ben vermengd met mijn lichaam. Dus dat is niet het juiste in. Trouwens, als je die Fiat openmaakt, dan zie je de man of vrouw gewoon zien zitten. Terwijl als je je kop openmaakt, kan ik je één ding vertellen, dan zie je je ziel niet zitten. Dus dat is kennelijk de verkeerde in. Ik zou zeggen, de ziel zit in het lichaam zoals, je kunt van een atleet zeggen, er zit een medaille in die benen, kun je zeggen. Toch? Er zit een gouden medaille in die benen. Als iemand zegt, oh, die wil ik wel zien, dat is, dan hebben we het verkeerde taalspel. Dus je moet bij een in, zoals de ziel zit in het lichaam, even goed opletten, wat voor in hebben we hier nou eigenlijk te pakken. Oh ja, wat betekent een zakdoek? Je moet taal niet alleen maar vastbinden aan woorden. Je kunt taal ook vastbinden aan gebaren. Iemand kan zeer betekenisvol op zijn kop krabben. Dat hoort er allemaal bij. En wat kan een zakdoek betekenen? En dan moet je weer naar context. Zomaar een zakdoek in de linnenkast betekent niks. Behalve dat ze hier kennelijk hun zakdoeken strijken. Nou, fijn. Als de jonkvrouw hem laat vallen, dan begint het toernooi. Als ze hem aan een stok binden en ze komen naar buiten rennen, dan geven ze zich over. Als je tijdens een rouwplechtigheid een zakdoek krijgt aangereikt door iemand, dan betekent het dat ze je verdriet ziet. En tenslotte, als je nadat je je neus snoot of
een beetje speeksel ophoest en bloed op je zakdoek ontdekt, dan moet je de dokter bellen. Maar dan betekent het wel iets heel anders. Hè? Dat gevecht tegen de essentie is dus een gevecht tegen de drammerige, platonische vraag, wat betekent een ding nou precies? Wat is een x of een y nou precies? Die wat is vraag is natuurlijk geen slechte vraag, maar filosofie heeft ons aan de hand van Plato heel lang om de tuin geleid. In die zin dat Plato ook wel zag dat hij het goede, het ware, het schone, de driehoek enzovoorts niet echt in de wereld kon tegenkomen. En hij plaatste ze boven de wereld. En je kunt Wittgenstein zien als een laatste halte in de enorme klim omlaag uit zeg maar metafysische regionen waarin we dachten dat we rondzwierven op mijlenverre afstand van de aarde, op een zeg maar bijna niet te peilen afstand van de aarde. Wij zouden zelfs de aarde kunnen verlaten om in de hemel terecht te komen. Die afstand, daarvan heeft Wittgenstein op een indrukwekkende wijze, die heeft aangetoond dat die afstand, dat is onzin. Want in zijn filosofie, en dat is heel aardig, wat is er nou zo verrassend aan Wittgenstein? Dat je na 20 eeuwen, zeg maar, gedroom, niet gezwets, het was allemaal goed bedoeld en dat klinkt veel te denigrerend. Maar in ieder geval, na 20 eeuwen van misverstanden loop je in Wittgensteins filosofie op de grond. En wel met 3 benen. En je ontdekt in zijn filosofie wat een ongelooflijk avontuur dat is. Volgens mij zijn mijn 20 minuten vol, voorzitter. Nog iets over zijn sterven. Wittgenstein was in de laatste 6 maanden van zijn leven, hij had prostaatkanker. En dat was in 1950. Hij hoorde de diagnose, hij zegt, ik heb gehoord dat ik kanker heb, op zich vind ik dat niet zo erg, maar de tegenvaller is dat ze kunnen er ook iets aan doen. Maar hij was wel dood. Hij was 60 toen dat gebeurde. Niet uit wanhoop, maar hij zei gewoon, het is goed, ik heb een fijn leven gehad, ik ben het zat. Het is wel een zwaar leven gehad. En in die laatste maanden zegt hij, de zon is weer gaan schijnen in mijn brein. Ik moet hooien, terwijl de zon schijnt. En in die laatste maanden heeft hij geschreven, über Gewissheit, over zekerheid. Wanneer weet je iets zeker? En zijn vraag is niet, wanneer weet ik iets zeker? Wat weet ik allemaal zeker? Zijn vraag is, in wat voor situaties zeggen mensen, ik weet het zeker? Een van de meest toegankelijke teksten van Wittgenstein, ook in het Nederlands vertaald. Dus als u zegt, nou die Tractatus, dat lijkt me nou zo doornig struikgewas, daar wou ik me even niet in wagen. Dan zou ik zeggen, probeer over zekerheid. Want dat is een heel benaderbaar boek waarin die boodschap heeft van kijk nou wanneer mensen zeggen dat die boodschap op een hele leuke manier wordt uitgelegd. Dames en heren, ik dank u voor het luisteren. Oh. Nou, dankjewel voor deze geweldige, toegankelijke en ook grappige inleiding, moet ik zeggen. Bo, ik wil eerst nog even terug naar jou en je voorstelling. Want we hadden het net voorafgaand aan deze avond even over, dat Wittgenstein eigenlijk een bron van inspiratie is voor heel veel theatermakers. Hè? Mm-hmm. Je noemde er zo, schudde je er al 5 of 6 uit je mouwen van ja, regisseurs die er allemaal iets over Wittgenstein gemaakt hebben. Veel toneelschrijvers, Thomas Bernhard, een heel groot fan, die heeft ook nog een korte roman geschreven, getiteld Wittgensteins neffen. Daar was hij namelijk heel erg bevriend mee. Dat was een van zijn beste vrienden. De neef van Wittgenstein, zoon van de geniale pianist Paul Wittgenstein. Zo gek als een deur. Beckett, natuurlijk, heel erg. Peter Handke, heel groot Wittgenstein-fanaat. En in Nederland Geert-Jan Reinders, een van onze beste toneelschrijvers. Judith Hertzberg, ook trouwens, groot Wittgenstein-liefhebber. Dus, en waar zit hem dat in, denk je? Want kijk, jij hebt filosofie gestudeerd, je hebt al die uren ook boven die boeken gehangen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle theaterschrijvers. Heeft het iets met het leven te maken? Of met de, wat zoek je in zo'n man om er een voorstelling over te maken? Nou, dat leven, dat is natuurlijk ongelooflijk spannend, wat die man heeft meegemaakt, waar hij vandaan kwam, in welke omstandigheden. Letterlijk in de loopgraven dat hij dat boek heeft geschreven, dat eerste boek. En hoe hij daar op welke manier hij daarna tot dat latere werk is gekomen. Dat hele leven is al heel erg inspirerend. Maar ik denk
dat werk, omdat hij zo, hoe zeg je dat, verzengend bezeten was van het vinden van helderheid. Waardoor je, als je het leest, het gevoel hebt dat hier veel meer op het spel staat dan een academische carrière. Maar dat het voor hem van een levensbelang is om via het denken, via het schrijven, via het filosoferen, grip op iets te krijgen, op het leven zelf. Waardoor je, als je het leest, eerder het idee hebt dat je één groot doorlopend gedicht leest, of één groot kunstwerk leest, dan academische filosofie. Maar van levensbelang, dat voel je aan de tekst? Ja, aan alles. Zowel in zijn vroege werk als in zijn late werk, op een hele andere wijze. Het grappige is dat hij, toen hij de Tractatus af had, zei hij dus letterlijk, de filosofie is klaar, dat is opgelost. Het slaat nergens op om nu nog door te gaan met de filosofie, want hij is af, hier. Dus ik ga lesgeven. Dan ging hij naar Oostenrijk, in een gat, Ottertaal, waar 300 mensen woonden, en met één lagere school, daar ging hij lesgeven. Hij wilde iets nuttigs doen, want anders voelde hij zich waardeloos. En dat heeft hij de tijd gedaan, nog tuinman geweest, in een klooster, assistent, verpleger. Toen was hij volgens mij op vakantie om een vriend te bezoeken, even in Cambridge terug. En zat op een kamer met Sraffa, een geniale Italiaanse econoom. En die zei, hey Luki, ik heb je traktaat gelezen, erg mooi. Het woord verwijst naar dingen in de wereld. Maar Luki, vertel me even, waar verwijst dit eigenlijk naar? Ah ja, en daar had hij geen antwoord op. En toen is hij teruggegaan naar Cambridge en heeft een container aan aantekeningen bij elkaar. Wat is geresulteerd in de filosofische onderzoeringen en zekerheid. En dus meer als een antropoloog ging denken over taal in plaats van als een logicus. Nog één ding over jouw voorstelling. Wat je nu deed was alleen op het podium, maar de voorstelling zoals die eigenlijk is, daar zit nog een jongen op het podium, een jonge man. Ja. Vertel daar eens iets over. Wie is dat en welke functie heeft hij daar? Wat doet hij daar? En Wietke zijn viel op zowel mannen als vrouwen. En zijn liefde voor mannen durfde hij nooit aan toe te geven. Dat hield hij altijd platonisch. Hij was waarschijnlijk smoorverliefd op die David Pinsent, aan wie hij de Tractatus heeft opgedragen. Die overleed tijdens de Eerste Wereldoorlog, tijdens een oefening. En in mijn voorstelling is het zo dat Wittgenstein iemand heeft opgepikt van straat, een loodgieter. Daarmee zit hij in zijn kamer in Cambridge. En in plaats van daar iets mee te doen, gaat hij hem uitleggen waar de Tractatus over gaat, een uur lang. Dat is de situatie. En in mijn voorstelling wordt die jongen, een zwijgende rol, gespeeld door een hele goede pianist, Dante Boon. En dus in plaats van dat ze elkaar aanraken, vertelt Wittgenstein over de Tractatus. Die legt dat helemaal uit aan die jongen. En hij antwoordt met muziek. Dus hij speelt af en toe een stuk Bach, heel mooi. En dat als een soort verwijzing naar Paul Wittgenstein, de eenarmige pianist, doet hij dat alleen met links. Dus Dante Boon die speelde drie stukken, Chaconne van Bach, bewerkt door Brahms, voor de linkerhand, alleen maar met links. Dus dat zit door de voorstellingen heen en ik praat tegen die jongen en tegen het publiek. Maar vooral dat onvermogen wat je daardoor ziet van Wittgenstein om contact te leggen, zeg maar, dat is op die manier wel briljant vormgegeven volgens mij. Hè? Dus de manier waarop hij contact wil leggen, maar eigenlijk alleen maar over logica praat. Vraag je nu aan mij of ik het briljant heb vormgegeven? Nee, dat is mijn vaststelling. Ja. Ik zal eens iets aan Bert vragen. Bert, hoeveel uur ben je bezig geweest met Wittgenstein in je leven, denk je? Honderden uren, duizenden uren? Ik heb geen idee. Nee, maar heel veel uren zijn daar natuurlijk ingegaan in die boeken. Ja. Heb je het idee dat je er iets van begrepen hebt? Ja. Ja, ik mag niet zeggen dat het niet zo is, maar. Nou, moet je luisteren. De Tractatus, de symboliek, en zeker als hij tot een symbolische formulering komt van de algemene bewering, dan is hij me kwijt.
En in sommige opmerkingen over waarschijnlijkheid en in sommige opmerkingen over wiskunde is hij me kwijt. Dat kan ik niet volgen. Maar ik denk dat ik ongeveer begrepen heb wat hij zou willen. Ja. Ja. Want je hebt filosofie gestudeerd in Engeland. En daar speelde dat de filosofie van Wittgenstein misschien nog een grotere rol in de opleiding. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, wij kregen... We hadden een filosofie society. En dan, reizende profs. Want die filosofen die vervelen zich dood. Het is dan vrij saai in een filosofische faculteit. Dus die gaan de andere faculteiten bezoeken in den landen. Ook Amerikanen. Dus die kwamen allemaal bij ons langs. We hebben Rush Rees hebben we gehad. Elizabeth Anscombe, die heeft de filosofische onderzoeking bij elkaar gezocht. Dus dan had je een filosoof op bezoek. Die Wittgenstein gekend had. Ja, het is een beetje zielig dit, maar er ontstond iets van... Maar Bo, dat herken jij wel. Het is een... Stel voor dat ik jou kan introduceren aan iemand die Wittgenstein goed gekend heeft. Elizabeth Anscombe. Ja, ja. Dan zou je zeggen, vertel eens. Maar het is natuurlijk... Hoe rook hij? Ja. Er hangt iets om Wittgenstein heen, wat ik ook een beetje onterecht vind, omdat heel veel van zijn zeg maar onhandigheden in het leven worden dan gezien als heel bijzonder. Hij woonde altijd in een hele vervelende kale kamer. En met zeg maar één tafel, één stoel en een lampetkan. En dat wordt dan gezien als een soort, alsof je daarmee iets bereikte. En ik zou zeggen, wat zielig, dat je niet een beetje huiselijkheid om je heen wist te creëren. Verdomme, doe een schemerlampje, wat is de moeite, snap je? Dus dan hangt er iets van Wittgenstein heen van, nou ja, dat weet je, Reven zei, van die katholieken, als de bisschop een scheet laat, dan zeggen ze, hoe heerlijk is het hier. En dat bij Wittgenstein heb je, maar ik had dat zelf ook als zeg maar undergraduate, ja, dus... Ja. Ik schreef aan mijn toenmalige hoogleraar, zei ik van, ik ben zo bang dat ik dit nooit zal begrijpen. En zei, in godsnaam, niet zo stom. Dus, maar hij is wel, het is een fascinerende figuur. Ik denk trouwens wel, jij doet net alsof hij nooit aan die jongens zat, maar ze zaten wel een beetje aan elkaar, hoor. Het was niet allemaal platonisch, hoor. Ah, oké. Wel, een platonische relatie is natuurlijk eerst praten lezen en dan samen naar bed, hè. Dat is dan, ja. Maar wat heeft dat voor jou betekend, al die enorme Wittgenstein-studie? Nou, wat hieruit bleek en wat Bo ook vertelde in die monoloog, is dat Wittgenstein dacht dat hij filosofie had afgebroken. En dus hij meende ook in alle ernst dat filosofie ziet, dat moet je misschien 's avonds doen, maar dan wel op een niveau dat iets betekent. En in mijn derde jaar had ik ontdekt, dat zou jullie niet verbazen, dat ik geen grote filosoof ben. Ik hou van filosofie, ik lees het graag, ik praat er graag over, maar ik ben natuurlijk geen oorspronkelijk denker. Jemig. Zeker niet op het niveau van Wittgenstein. En hij zei, als je dat niet bent, dan moet je gewoon een vak zoeken. En Wittgenstein is eigenlijk wel de reden waarom ik geneeskunde ben gaan studeren. Ja. Nou. Ja, dat is echt zo. Want ik dacht, ik kan altijd, 's avonds kan ik altijd lezen, dus Wittgenstein kan ik wel blijven lezen, maar overdag kan ik dan arts zijn. En ik moet zeggen, ik heb daar nooit spijt van gehad. Nou, in het begin wel, want de geneeskunde, ik weet niet of artsen in de zaal zitten, maar geneeskunde is een ontzettend stomme studie. Dat is heel vervelend. Nee, het vak is er niet zo, maar de studie is niet leuk. Dus ik had in het begin wel spijt, maar later niet meer. Bo, in jouw voorstelling speelt ook een rol dat... dat boek, die tractatus, in de loopgraven geschreven is eigenlijk. Kun je iets van die dramatische context waarin dat boek ontstaat, kun je dat terugzien in de tekst eigenlijk? Of zou het ook gewoon in de bibliotheek geschreven kunnen zijn? Merk je dat ergens aan? Als je het niet weet en je leest het boek, dan denk je niet, oh, dit zal wel tijdens een oorlog geschreven zijn. Nee. Maar... Het grappige is, als je die... Het zijn dus iets van 500 stellingen bij elkaar. Dus 7 hoofdstellingen met heel veel substellingen, substellingen, substellingen. Maar gek genoeg, ondanks of juist door die strengheid en die ernst, zie je de levensernst erachter. Dus dat er echt iets op het spel stond om ergens achter te komen. Dus die, alsof die stelligheid ook een bezwering is van iets. Dat zie je er wel in terug, ja. Dus het is, soms is het echt inderdaad heel, heel moeilijk niet te volgen, te logisch, specialistisch, wiskundig. Maar dan nog zie je dat het van levensbelang is, dat op die manier genoteerd is, op die manier geformuleerd, op die manier is uitgedacht. Dus die,
ascetisme waar jij dan medelijden mee hebt, ik denk dat daar ook de aantrekkingskracht daarvan de ernst is. Een zeldzame ernst die heel veel respect inboezemt als je dat leest. Jij bent theatermaker en regisseur, en je maakt ook voorstellingen over andere denkers, schrijvers. Maar Wittgenstein is niet zomaar een object voor jou, een persoon. Hè? Dus je hebt daar ook eindeloos op gestudeerd aan de UvA, als ik het wel heb. Ja. Wat is jouw verhouding tot Wittgenstein eigenlijk? Hoe kwam je die tegen? Hoe kwam ik die tegen? Het plan was om mijn 17 om 1 jaar filosofie te studeren en dan naar de toneelschool te gaan. Het ene jaar werden er 9. En ik heb nog ook met mijn scriptie geschreven tijdens de eerste 2 jaar van de toneelschool. Dus 's ochtends yoga en stemlessen en method acting en dan 's middags mijn scriptie proberen af te krijgen. Ik kwam 1 jaar in Berlijn, alles wat over Wittgenstein werd aangeboden gevolgd. Ja, god, het was het eerste. Op de UvA krijg je het eerste jaar logica. En dat is meteen een soort dodelijke afvalrace. Ja. De Hunger Games is dat. En dan denk je, Wittgenstein, dat is Camus en Nietzsche. We gaan Nietzsche en Camus lezen. Dat komt het hele eerste jaar niet aan bod. Nee, gewoon propositielogica, predicatenlogica, waarheidstafels, tractatus. Dat is echt een slachting. En kijken wie er dan nog overblijft. Ja, precies. Ja, dat was het echt. Dus dan bevind je tot de geprivilegieerden die het overleefd hebben. Nee, het was eigenlijk vooral de tractatus. Die lees je dan. En pas daarna hoor je wat voor een ongelooflijk leven die man heeft geleid. Waardoor je fascinatie vertienvoudigt eigenlijk. En op mij had het effect. Ik volgde hem heel erg ook in mijn leven. Dus in de tijd dat ik de tractatus had doorgeworsteld, ging ik zelf ook heel erg reductionistisch denken. Dus ik geloof niet meer in liefde. Er zijn alleen maar hormonen en sappen en moleculen en elektriciteit. Liefde bestaat niet. Dat heb ik een paar jaar volgehouden, die bewering. Een paar jaar? Een paar jaar, ja. Ja, ik heb heel veel mensen van me vervreemd in die tijd. Heel lang maagd gebleven. En toen ik met Martin Stockhoff de Untersuchungen ging doen, dus dat late meer antropologisch werk, waarin hij dat essentialisme volledig kwijt loslaat en gewoon zegt, nee, kijk wat mensen doen, hoe ze leven, hoe ze handelen, hoe de taal verbonden is met het vleeselijke, met materie, met gereedschap. toen werd ik zelf ook veel socialer. Raakte ik zelf ook dat reductionistische denken kwijt. En ik denk dat voor mij werd toen ook heel snel de beslissing gemaakt. Ik moet hier weg, ik moet naar de toneelschool, een normaal vak gaan doen. Dus ik weet niet meer wat je vraag was. Maar ja, maar dat was een goed antwoord. Nog heel even terug naar de tractatus, dus dat technische werk en dat eerste werk. Daar zijn in 2 maanden tijd 2 nieuwe vertalingen van gekomen. Dat is toch wonderlijk. Zoals met witte overhemden, daar kun je niet genoeg van. Ja. Dus we hadden 1 vertaling van W.F. Hermans nog. Dus een stok ouder, mogen we toch wel zeggen. En ook een veel bekritiseerde, eerlijk gezegd. En toen was er 50 jaar niks. En nu zijn er in 1 maand 2 vertalingen gekomen. Misschien omdat het 100 jaar geleden is. Nee, Dan is het een hele beetje lullige reden. Maar hij is 70 jaar dood. En de publiciteitsrechten, hoe zeg je dat, het patent op de octrooi op, is verlopen. Dus nu mag iedereen met Wittgenstein aan de gang. Maar dan vind ik 2 vertalingen nog veel eigenlijk. Ja, vind ik ook. Ik moet zeggen dat ik weet, die bij Boom is uitgekomen, en dat is mijn uitgever, is natuurlijk de beste. ik heb ze echt niet vergeleken. Dus, en het is natuurlijk zo dat iemand die wat ik wel weet van die bij Boom is uitgekomen, daar heb ik het voor- en het nawoord heb ik gelezen. En dat vond ik verdomd goed. Is dat Martin Stockhoff? Nee, dit is de andere. Dit is met Martin Stockhoff. Oh, nou ja, okay. Dit is voor de liefhebbers mensen. Maar ze zijn allebei heel goed, heb ik begrepen uit de krant. Nou ja, een filosoof is toch een beetje als een componist. Je raakt er nooit over uitgepraat. Dus ik las dat nawoord van, je moet niet lachen, maar ik denk dat die Gijsbus heet. En ik vond het zo leuk. Ik denk, oh shit. Want ja, Wittgenstein raak je nooit over uitgepraat, maar dat geldt nogmaals ook voor andere dingen.
En de manier waarop hij dan weer, zeg maar, even de eerste paar proposities duidelijk voor me neerzette, vond ik ontzettend leuk, ja. Dus ik was er wel blij mee. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb Wittgenstein altijd in het Duits-Engels gelezen. Gewoon omdat ik niet uit snobistische overweging, maar ik heb in Engeland gestudeerd, dus die Nederlandse teksten, die ken ik eigenlijk niet zo goed. Dit is ook tweetalig. Ja. Qua snobisme. Maar laten we even naar Erik Bindervoet gaan luisteren. Want we hebben het nu even gehad over de eerste Wittgenstein, de jonge Wittgenstein, de technische Wittgenstein. Dan heb je nog ook de Wittgenstein 2, die van de filosofische onderzoekingen. En in het nieuwe boek van Erik Bindervoet zijn die twee met elkaar in gesprek. En de rest mag je denk ik zelf introduceren. Wij blijven zitten. Mag ik nog wat water? Ja. Ik ben te verstaan, geloof ik. Is het oké? Behalve dat Wittgenstein natuurlijk van een verpletterende ernst is, vind ik hem ook altijd heel erg grappig. En onder andere heeft hij ooit gezegd dat het zou mogelijk moeten zijn een filosofisch boek te schrijven dat alleen bestaat uit grappen. En niet in lollige zin natuurlijk, dat moest je er wel meteen bij zeggen. En daardoor geïnspireerd heb ik een boek geschreven, wel als een toneelstuk ook. Dit is de verouderde omslag, maar zo zag het eruit. Maar het boek is nog niet uit, pas over 2 weken, net een dag voor zijn sterfdatum, komt het uit. Je zou dus een filosofieboek kunnen schrijven in de vorm van grappen. Daarom kwam ik op het idee om de oudere Wittgenstein, de oudere jong van geest en jong van hart, te laten spreken met de jongere oude man. En dat is Jo in mijn geval. Jo is de jongere en Wit is de oudere Wittgenstein. Ik zal de eerste scène zal ik hier ten gehore proberen te brengen. Toneel. Een verlaten circus aan de rand van een buitenwijk. De piste is leeg. Een leeg landschap. Geleegd, uitgeteld. Circus Wittgenstein. In de volksmond Circus Brandnetel. Licht komt van één enkel peertje dat gastvrij uit de tentnok bungelt. Op. 2 clowns, ijsberend. Ze repeteren hun act. Waar wil je het over hebben, Wit? Ik wil het helemaal nergens over hebben, Jo. Wil je het daarover hebben? Liever niet, Jo. Alles waarover je het kan hebben, kun je het ook niet over hebben. Dan hebben we het daarover. Waar hebben we het over als we het nergens over hebben? En is dat hetzelfde als het over nergens hebben? Zullen we het dan daarover hebben? Lopen we dan niet meteen keihard tegen een grens aan? Immers, nergens is overal, behalve hier. Tegen een grens aanlopen, de taal is geen kooi, maatje. De taal is vrijheid, land in zicht, schip ahoy, rechts zo die gaat, enteren. Ja, Wit, dat hangt er maar helemaal van af waar je je bevindt. De grenzen van je taal zijn de grenzen van je wereld. Voor een ander is nergens overal, behalve daar. We gaan toch niet filosoferen, hè? Jo, gadverdamme nee. Uit een bloem in zijn knoopsgat spuit een straal paarsblauwe kots. Behalve Jo en Wit zijn er ook allerlei andere personages die aan het woord komen. Onder andere de pijp van Russell spreekt. Dokter Bert is een personage. Ja. Maar ook in dit geval de bloem. En de bloem zegt in dit geval, bwek! Jo spreekt vervolgens, we bouwen een machine. Het liefst eentje die het doet, maar dat hoeft niet. Het zit me toch niet lekker, Jo. Wat niet, Wit? Het verschil tussen ergens en nergens. Die zijn toch tegengesteld aan elkaar, zou je denken. Dan kunnen ze toch niet hetzelfde zijn? Wij zijn nergens. Hoe bedoel je? Waarom dan, Jo? Omdat we niet zijn, Wit. Ze zwijgen even. Dat zijn taalspelletjes, Ham. Hoezo, let? Wat heeft het voor zin om te zeggen dat je ergens bent? Dan ben je er toch al? Dat is toch wat zijn wil zeggen? Is iets pas onzin als het geen zin heeft? Snif, snif. Het ruikt hier naar onzin. Heerlijk. Belangwekkende onzin. Mag ik je voorstellen aan de nonsenso, alias de kletsychograaf. Mijn hoogstpersoonlijke, zelf uitgevonden en gefabriceerde onzinmeter. Show, don't tell, weet je wel. Hij drukt op de met lucht gevulde bol van een fietstoeter die nog van Toby Rix is geweest, om te laten horen dat alles op zijn eigen onzinnige wijze spreekt. Volgende personage, de fietstoeter. Pwep! Dacht ik het niet? Dacht het wel, Wit, weet je wel. Ze zwijgen. Hoe zegt de oppertrol van de Duitse metafysica het ook alweer? Volgende personage, hij dekt. Het niets nietigt. Fietstoeter, pwep!
oh ja, waar dan? Waar is dat niets dan? Overal soms? Ze zwijgen. Niets is gewoon te veel, joh, om mee te beginnen. Wat wit? Mik ik te hoog, denk je? Ze zwijgen. Wit gaat zitten op de pisterrand. Hou op met ijsberen. Iemand moet het doen. Ze zwijgen even om op adem te komen. Ik weet het niet, Jo. Wat niet wit. Niks. Ik weet niks. Oké, laten we ons dan daarop concentreren. Ze zwijgen, zich concentrerend. Weet je wat het is? Nee, wit, wat? Wat het is dat het is, Jo. De betekenis. Oh ja, wat is het wel dan, dan wat het is dat het is wat het is en wat is het is is? Wit. Het schiet me net te binnen. De betekenis hangt af van het decor. De ronde O van de piste waar wij ons nu bevinden en van de scène die we daarin spelen. Dat haalt je de koekoek, anders stonden we hier toch niet? Krek, ja, zo is het, Jo. We wonen in taal. Dat is het denkgereedschap waarmee we het hebben te doen. We kunnen niet buiten de slangenhuid van onze taal treden. Ook niet om te zeggen wat we niet kunnen zeggen. We komen nooit bij het zijn of het wezen van het zijn waar we wezen willen of waarbij we aanwezig willen zijn. Vandaar dat gemurmel, gemummel, gemompel, geaarzel, die verpletterende vaagheid de hele tijd die we zo nodig hebben en waar we zo van genieten. Of hoe zeg je dat? We tasten zoekend rond in een eeuwigdurende dooimist. We komen nooit uit onze woorden, letterlijk en figuurlijk. En het gaat er niet om waar ze voor staan, maar om hoe ze gebruikt worden. In dat opzicht zijn het net gereedschappen. En daar hebben we er diverse van, voor diverse doeleinden. Aanbeeld, afrondingsmal, klauwhamer. Maar tegelijkertijd zijn het ook net levende wezens. Ameuben, anemonen, koraaldiertjes, allosaurussen, aardvarkens, kantjils. Die veranderen ook voortdurend, op natuurlijke en dus geleidelijke wijze. En dus heel langzaam. Ze staan op de rails, een spoor waarvan we het eindpunt nog niet kennen. Hun betekenis ligt pas vast als ze dood of verkalkt en gestold zijn. En dan rusten ze en roesten ze in zoete lieve vrede. Het gaat met andere woorden om de geest waarin wij handelen. Om het denken zelf, de gedachte, niet om het hapklare resultaat. Om onze act, de bezigheid, de praktijk, om de therapie, niet om de theorie. Zonder denk, geen ik, eerst de act, dan de acteur. Doe dan wat, wit! Ze zwijgen. Jo verkleedt zich als Ginger Roger in Follow the Fleet. Jij hebt bedankt, zitten. Ja, is dat... Ja. Ik weet het niet, dan mag je ook, maar je mag niet uit Bert zijn glas drinken, denk ik. Mag dat ook weer niet. Moet je dan weer meenemen? Nou ja. Nou ja, goed. Wacht, ik zal... Drink uit de kan. Ja, oh ja, helemaal goed. Dit is nog coronaproof. In het boek maak je duidelijk gebruik van, laten we zeggen, de tegenstelling tussen de twee Wittgensteinen. Ja. Maar dan wil ik meteen nog zeggen... Ja, dat klopt die? Ja, hoe moeten we daarnaar kijken? Zal ik dat even samenvatten? Ja, doe dat. Hoe dat eigenlijk zit met die Wittgensteinen. Er zijn er een paar, hè. Inmiddels hebben ze ook al de Wittgenstein 1,5. En Wittgenstein nummer 3 is waargenomen. Ik heb die Wittgenstein 1,5, die heb ik dus de kruising tussen Wit en Jo, heb ik Wo genoemd. En die zegt, ik zie enerzijds continuïteit, anderzijds discontinuïteit. Of laat ik met andere woorden hetzelfde zeggen, dat we zeggen met dezelfde woorden iets anders. Ik zie enerzijds discontinuïteit, anderzijds continuïteit. Enerzijds, zoals Wittgenstein geleerde James F. Conant het noemt, resoluut, dan wel mild mono-Wittgensteinianisme. Anderzijds duo of zelfs trio-Wittgensteinianisme. Hier komt het citaat van Conant. Mild mono-Wittgensteinianisme staat voor de uitdaging zowel volledig recht te doen aan de diepe discontinuïteit in Wittgenstein denken, zonder de mate waarin het werd opgenomen in een fundamentele continuïteit in zijn filosofie te waarlozen, als volledig recht te doen aan de diepe continuïteit in zijn denken, zonder de mate waarin het is opgenomen in een fundamentele discontinuïteit in zijn filosofie te bagatelliseren. Ja, ik snap het. Ja, ik wou zeggen. Kun je het ons nu ook uitleggen, Bert? Nee, maar die... In een van de recensies over van jouw boekje stond volgens mij ook dat dat onderscheid tussen die Wittgenstein 1 en 2 is een beetje van de vorige eeuw, zeg maar. Dat zien we iets minder zo, niet waar? Nee, want die jonge Wittgenstein, dat heb ik gezegd, is een boek van een jonge man die echt, zeg maar, zijn vuist om de wereld balde en zei, kijk, en dan heb ik het te pakken. En dat verwaait. En Bo gaat in zijn serie... gaat hij in op wat gebeurt in Wittgensteins leven. En hij heeft in heel veel opzichten zijn hoofd gestoten, zijn neus gestoten. Dat onderwijs was een afschuwelijk project. Nee, jij niet, oh. Wittgenstein. Oh, okay. Nou, jij gaat je neus ook nog een keer stoten, maar dat geeft nou even niet. Nee, maar die zekerheid waarmee hij de Tractatus schreef, bijna een soort profetische held die toon ook, hè, dat is zo boeiend om te zien hoe dat...
En dat komt omdat er van alle kanten werd er geboord in die, zeg maar, cubistische constructie van de Tractatus. Er werd geboord vanuit Cambridge ook, Frank Ramsey, een van zijn eerste en meest indrukwekkende critici. Jonge filosoof, briljant, eigenlijk op het niveau van Wittgenstein. Helaas gestorven op 27-jarige leeftijd aan hepatitis. Kwestie van 7 dagen was hij dood. Wittgenstein was er kapot van. Maar die Ramsey die kwam hem opzoeken in Oostenrijk, in dat rotdorp waar hij zat. En met Ramsey heeft hij de hele Tractatus helemaal doorgeworsteld. Wittgenstein vond het verschrikkelijk. Maar Ramsey wilde het gewoon, die wilde het ding onder een microscoop hebben. Dit ligt onder een microscoop. En Ramsey zegt, nou wil ik hem nog een keer onder een microscoop hebben, maar met jou erbij. Maar en daar kwam een Ramsey aantal was de eigenlijke vertaler ook. Ogden wordt er altijd voor aangemerkt, maar Ramsey heeft het eigenlijk gedaan. Ja, maar die heeft ook als eerste een echte indrukwekkende recensie geschreven over het boek. Niet die van Russell. Russell had niet zo goed in de gaten waar het over ging. Tenminste, in sommige opzichten. Maar wat ik wil zeggen is, die Tractatus is ook in zekere zin, ik weet niet wat jij daarvan vindt, Boom, maar het is ook een beetje een bevroren positie. Het was een kunstmatig blok waarvan hij ook wel wist, daar gaat een keer bloed doorheen stromen. Dit ding gaat een keer andere kanten op bewegen. Maar ze heeft hem niet neergezet. Toen hij het schreef, was hij overtuigd. Maar de vraag is, later natuurlijk, kijk, achteraf, weet je het altijd, achteraf zegt hij zelf ook, het was wel een beetje krampachtig, die Tractatus. Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk ook, met dat die tegenstelling niet zo zwart-wit is, in de zin dat hij er later toch, dat hij er niet helemaal afstand van neemt. Die grondgedachte blijft. Taal, ja. Taal vermomt de gedachte. Taal behekst het intellect. Hè. Taal kan je op de gekste manieren op sleeptouw nemen naar oorden waar je geen idee van hebt wat je daar te zoeken hebt. Dat doet de taal nog altijd. Maar dat is iets wat dat blijft overeind in de filosofische onderzoekingen. Dat hebben we een beetje gedaan hè, met in. Maar goed, Wittgenstein doet dat op een indrukwekkendere wijze over zien, over lezen. Hij schrijft 40 bladzijden over lezen. Gewoon een eenvoudig werkwoordje, lezen. Hmm. En hij laat jou ontdekken dat het eigenlijk helemaal niet zo duidelijk is wanneer we zeggen dat iemand leest. Dit is heel grappig. Hmm. Of zien is een leuk werkwoord. Ja, maar hij neemt je dus mee naar, en hij zegt in zo'n exploratie, hè, zegt hij van, wij denken zo makkelijk over zien. Ik doe mijn ogen open en ik zie. Terwijl we onderschatten hoe ingewikkeld zien eigenlijk is. Dat is het leuke van Wittgenstein. Gewoon zien. Wat gebeurt er als je ergens naar kijkt? En dan probeer je uit te leggen in welke situaties jij zegt dat je iets ziet. En dan ontdek je dat het heel onvoor de hand liggend is. Ja, want je ziet een glimlach, maar je ziet ook verlegenheid. En je ziet ook een alcoholprobleem. En je ziet ook een paard rennen. En je, nou goed. Zien is een. Maar dat is dus die exercitie. En nogmaals, dat strakke uit de Tractatus, dat is helemaal weg. Dus. En in dat laatste werk, Über Gewissheit, zegt hij zelf dat hij. Hij zegt: ik filosofeer als een oud vrouwtje. En dan is ze haar tasje kwijt, dan is haar bril weer kwijt. Nou weet ze weer niet waar het naaigerij ligt. En dat vindt hij niet erg, want hij zegt op die manier, op deze zwervende, sympathiek wandelende manier, hè, heb ik een hele andere manier van de wereld exploreren dan ik had hè, in de Tractatus. Mm-hmm. Maar taal blijft datgene waar hij zich op stort. Ja, en noem ze ook kwestie, in het laatste werk noemt hij de taal als het voertuig van de gedachte in de Untersuchungen. Zo expliciet zegt hij dat niet in de Tractatus, maar in de Untersuchungen zegt hij wel, ja, dat beeld wat ik in de Tractatus schets, dat was het dogmatisch. Dat is slechts één aspect van de taal. Ja. Maar hij zegt ook in de Tractatus, de taal van alle dag is in orde. En dat is wel de continuïteit waar Conant het misschien over heeft. Ja, Wittgenstein zou zeggen, jullie moeten niet zo zeuren over taal, want als je naar een café gaat, die zegt koffie graag, dan krijg je gewoon koffie. Ik bedoel, taal werkt wel. Ja. Alleen, dan werkt taal wel. Maar hij wil je dus weghouden bij en dan binden we ineens vleugeltjes aan en dan gaan we omhoog. En dan gaan we, dan creëren we een soort overzicht waarvan Wittgenstein zegt, sorry, maar nou vlieg je niet, dat is echt niet waar. Mm-hmm. Zijn hele werk bestaat vaak uit een soort aanwijzen, zo van daar dachten jullie dat de vleugels zaten, maar ze zitten er niet. Dat is eigenlijk Wittgenstein. Maar het is ook een enorm verschil in stijl eigenlijk, hè? Dus met de waardering van context en praktijk en gebruik en veel meer in het tweede deel. Misschien is het goed om dat begrip van die familiegelijkenissen even uit te leggen, want dat vind ik altijd wel verhelderend om te begrijpen hoe hij op een niet-essentialistische manier probeert uit te leggen wat betekenis is. Bert,
Ik zei, alle moeilijke vragen stel ik aan jou. Wittgenstein zegt, we waren dus tegen de essentie. En hij zegt, wat is nou de essentie van een spel? Spelen. En nou, iemand komt met... spelen gaat om een competitie. En Wittgenstein, als een kind alleen met een bal tegen een muur speelt, dan is er helemaal geen winnaar of een verliezer. Dus hij gaat naar tennis en naar voetbal en naar hockey en naar cricket. En hij probeert in al die spelen iets te ontdekken waarvan je zegt... ja, maar dat is het meest centrale aspect van spelen. En hij vindt het niet. Hij vergelijkt deze en toch weten we heel goed wanneer we iets een spel noemen. Je kunt namelijk ook ergens binnenlopen, mensen bezig zien op een bepaalde manier, en dan kun je zeggen, volgens mij is dit een spel. Dat kan in een bepaalde situatie. Maar je zou niet weten aan te geven, wat zag ik dan precies, hè, dat ik dat woord gebruikte. Maar spel, zegt Wittgenstein, zoek nou niet naar die ene, maar geef nou toe dat die essentie van, kijk, dit is echt een spel. Die mededeling, die bestaat niet goed. Het is zo dat die spelen, die lijken allemaal op elkaar, zoals leden van een familie op elkaar lijken. Je kunt de Churchills. In de Churchills kun je gewoon zien wie, zeg maar, de oude bulldog, hè, die kennen wij allemaal. Maar die zoons, en zeker die dochters, hè, die lijken ook heel erg op hem. En bij de ene is het een neus en bij de andere is het een bovenlip en bij een derde is het uitstaande oor. Maar al die Churchills, die hebben iets, hè, waardoor je zegt, ja, dat is een Churchill. Nou, die familiegelijkenis is mogelijk een oplossing van het platonische probleem. Hè, wat is X? Wat is het goede echt? Wat is het goede echt? Nou, Abraham Lincoln was goed, hè, en Mandela was goed. Moeder Theresia was goed, hoewel daar kan je ruzie over maken. Maar snap je, wat is het goede? En in Plato's filosofie worden al die voorbeelden worden opzij geduwd. Waardoor er wordt gefocust op wat het goede werkelijk is. En in Wittgensteins filosofie, die wil juist niet al die voorbeelden opzij duwen. Hij zegt, dat is alles wat er is. We kunnen alleen maar het leven inlopen en horen wanneer mensen zeggen, dat is goed. Schoonheid is ook zoiets. Een film is mooi, een neus is mooi, die nieuwe brug in Rotterdam is mooi, sommige gebaren zijn mooi. Wat is nou het mooie zelf? Je komt er helemaal niet achter. Toch weet je heel goed, hè, in bepaalde situaties dat mensen zeggen, dat vind ik nou echt mooi. En daar kan je natuurlijk ruzie over maken. Maar het is dus dat zoeken naar, wat is in essentie? Kijk, Socrates die had een goed antwoord op de vraag, wat is X? Het is op de vraag, wat is modder? Zei Socrates, dat is zand vermengd met water. En het is een beetje flauw, maar dan heb je een antwoord. Wat natuurlijk niet helemaal waar is, want één theelepeltje zand op een vrachtwagen water en dan krijg je geen modder. Dus dat is de ellende met definities. Als je dan met een beschrijving komt, dan mankeert daar altijd wat aan. Probeer maar eens een fiets te definiëren. Nee, maar dat is heel lastig, omdat als iemand dan twee wielen in het zand tekent en met een beetje een stuur erbij, zie je, dat is ook een fiets. Nou, dat had ik anders niet zo gezien. En dan begint het. Dus ieder begrip heeft een, zeg maar, baaierd van gebeurtenissen, van feiten waarin je het kunt toepassen. Dat geldt voor fiets, dat geldt voor goed, dat geldt voor broer. Want een broer is natuurlijk niet helemaal een bloedverwant. Je kunt ook tegen iemand zeggen, eigenlijk ben jij een broer voor mij. Kan je gewoon zeggen. En je kunt het zo gek niet bedenken. En dat is het leuke van Wittgenstein. Hij weet zelfs karteltjes te ontdekken in ons begrip van één of twee of wiskunde. En dat is heel grappig. Hij weet zelfs de wiskunde, weet hij een benig fundament te geven. Ik bedoel benig in termen van een bottig fundament. Uiteindelijk is wiskunde terug te voeren. Waarom hebben wij een tientallig stelsel? Omdat we tien vingers. Misschien dat hij daarom zo populair is bij schrijvers, en toneelschrijvers, theatermakers. Omdat hij laat steeds zien dat de taal nooit één op één op de wereld past. Dat woorden nooit één op één op een ding kan grijpen of mee samenvallen. En dat is ook het drama van het menselijk leven, dat je daar nooit bij kan komen. De werkelijk belangrijke dingen daar nooit de woorden voor kunt vinden. Ja, Erik, waarom vind jij hem inspirerend om op deze manier ten tonele te voeren? Op een of andere manier, elke keer als ik aan iets wil beginnen, als ik iets ga schrijven, dan ga ik altijd eerst Wittgenstein lezen. En dan altijd, ook als je over iets anders gaat schrijven? Ja, zeker. Ja, je komt altijd weer op één bladzijde, is alweer genoeg om op nieuwe ideeën te komen. En is dat een bepaalde bladzijde? Of is vooral die filosofische onderzoekingen en in het begin ook de overzekerheid. En op welke manier helpt dat dan? Want, Ja, het... het
hij schrijft zo goed en zo beeldend, precies ook. Ik vind zijn vergelijkingen zijn altijd onmiddellijk raak. Hij was altijd onzeker over zijn poëtische kwaliteit. Hij vond nooit dat zijn werk voor dichtkunst moest doorgaan. Want dat wilde hij wel kunnen, maar hij zag zelf dat hij dat niet kon. Maar ondertussen is het de meest poëtische filosofie die je kan voorstellen eigenlijk. Omdat het zo precies is? Of omdat hij niet loslaat als hij eenmaal iets vast heeft. Hij zoekt het echt werkelijk tot de bodem uit. Hij gaat echt heel ver daarin. Ja, zoals inderdaad zo'n begrip als lezen of zien of kijken, ja. En jouw boek is in de vorm van een dialoog geschreven, of althans, ja. Er komen meerdere personages in voor. Maar heeft dat helemaal te maken met die jong en oude Wittgenstein, of is dat ook een vorm van een innerlijke dialoog? Denken, zeg maar. Ja, het gaat. Nou ja, dat is ook een van de dingen die we op toneel doen. Dat is hardop denken. Dus ik denk dat dat ook wel een reden is waarom het vooral voor toneelschrijvers zo aantrekkelijk is. Je ziet gewoon iemand dat doen, waar je bij staat eigenlijk. Daarom zie ik ook wel verwantschap met Joyce, bijvoorbeeld, schrijver die ik wel vertaald heb ook. Zoals in de innerlijke monoloog in Ulysses. Dus er zijn zeker parallellen. Ik ga eens even kijken of er vragen in de zaal zijn. Of boven in de zaal, want als dat zo is, moet je even je vinger opsteken en komt er iemand met een microfoon. En anders ga ik alvast even door, want ik heb nog wel een paar vragen. Ah, dat is ga even staan en de microfoon is al bij je. Ja, nou heel leuk om jullie verhalen te horen. Ik heb zelf ook een jaartje aan de UvA gestudeerd en ik ben zelf ook arts. Dus dat was wel leuk, wat gelijkenissen. En mijn vraag was eigenlijk, Wittgenstein die komt eigenlijk uit de wetenschap, uit de aerodynamica. Is toen via de wiskunde bij de filosofie de logica beland. En heeft toen eigenlijk de logica opgelost in het eerste verhaal. En wat ik interessant vond, is dat hij hier dus later eigenlijk op is teruggekomen, in het tweede Wittgenstein. En hij heeft eigenlijk daar een beetje dat Platoniaanse essentialisme verworpen. En mijn vraag is eigenlijk, is volgens de tweede Wittgenstein wetenschap überhaupt wel mogelijk? Ah. Hmm. Nou, mooie vraag, Bert. Ja. Jij begon erover, over wetenschap als categorie. Nee, een van de anderen mag hem ook beantwoorden, hoor. Nou, weet je, het verrassende is dat hij bij wetenschap alleen maar denkt aan natuurkunde en scheikunde. Biologie nauwelijks, kunstgeschiedenis, gewone geschiedenis. Snap je, dat is iets. Dus hij denkt alleen maar aan wetenschap, is alleen maar exacte wetenschap. Dus de zeg maar, materialistische wetenschap. En in de Tractatus citeert hij gewoon Hume. Dus alle geloof in de causale nexus is abergeloof. Dus alle geloof in causaliteit is bijgeloof. Daar heeft hij nou niet zo over nagedacht. Het is gewoon een probleem van inductie. En hij is op dat punt niet oorspronkelijk. En ik zou Wittgenstein in dit punt niet willen uitboeken als een filosoof die echt heel veel te zeggen heeft over wetenschap. Hij heeft een hekel aan wetenschap, hè, vanwege die merkwaardige aanbiddingen die wij die kant op sturen. Maar het is niet iemand die in dat opzicht een hele bijzondere bijdrage heeft gedaan. Het is geen wetenschapsfilosoof. Daarom was Karl Popper een tijdgenoot en ook een beetje concurrent uit hetzelfde Wenen. Die had, ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, een bloedhekel aan Wittgenstein. Zo. Nou, ze zijn allebei dood, dus we weten niet wie dat deed, hè? Maar, dus ik moet je zeggen, Wittgenstein is in dat opzicht niet. Nee, dan moeten we echt naar Karl Popper, als we filosofisch willen praten over wetenschap, ja. Nou, ben ik aardig uitgekomen, hè? Ja, ja mijn microfoon gaat niet, maar die doet het niet meer, denk ik. Maar, als ik jullie alle drie beluister, denk ik dat eigenlijk Bo van jullie drie de meest. Het meest serieus is in het idee van wat we nu aan Wittgenstein hebben. Dus ik heb de indruk dat in jouw voorstelling echt wel een rol speelt dat taal en betekenis en de afbakening van woorden en hoe we die gebruiken, dat relevant is voor de wereld van nu. Heb ik dat goed? Begrijp ik dat goed bij jou? Nou, het is niet zo dat
dat mijn voorstelling een statement is. Wat zegt, wat de Tractatus wil verdedigen, als dat is het niet. Ik laat ook wel iemand zien die er ook niet uitkomt, uiteindelijk. Maar waarom lezen we dit? Of waarom zouden we dit moeten lezen? Is het de Tractatus of Wittgenstein? Allebei, maar misschien te beginnen met de Tractatus? De Tractatus, omdat het zo mooi is. En omdat je het kunt lezen als een gedicht. Als een poging om via logica grip op het leven te krijgen. Als existentiefilosofie bijna, in dat opzicht. Als een kanoniek werk. Gewoon omdat het belangrijk is en af en toe ontzettend mooi is. Als een mystiek werk. Het is echt eigenlijk eerder een mystiek werk dan een logisch werk. Volgens mij zegt hij dat zelf ook. Je moet het lezen als in eerste instantie een ethisch werk en niet als een logisch werk. Want hij wilde eigenlijk door middel van die kille, vlijmscherpe logica het leven en alles wat van waarde is beschermen tegen die logica, tegen de wetenschap. En waarom dat latere werk zo relevant is. Voor mij een van de belangrijkste punten is waar Bert het over had, is dat anti-essentialisme. Dus aan de ene kant je ervan blijven doordringen hoe ongelooflijk belangrijk en fundamenteel en bepalend de taal is die we spreken. Voor ons denken, voor ons voelen, voor ons begrijpen van onszelf en van de ander, van de wereld. Dat het allemaal via die taal en die woorden gaat. Dat je ook via taal tot geweld kunt oproepen heel makkelijk. En dat die scheidingslijn heel dun is soms. En tegelijkertijd de waarschuwing dat de woorden niet één op één op de dingen kunnen grijpen. Dat er niet zoiets is als een essentie. Dat de stoel niet bestaat, maar dus ook de Nederlander niet. De Marokkaan niet. De Russische geschiedenis. De Russische toekomst niet bestaat, maar dat constructies zijn die we samen voortdurend met elkaar maken en dus veranderen. En dat is heel erg politiek niet handig. De politiek taalgebruik vaart bij gratie van essenties, vaart bij gratie van dingen die vaststaan. De mens, het liberalisme, het Nederlandse volk. Ja, met die begrippen, als je die vastzet, dan kun je ermee werken en dan kun je de politiek en eventueel ook demagogiek mee bedrijven. Maar als je de hele tijd zegt, ja, maar wij maken die termen zelf, de hele tijd, en die veranderen, ja, dan wordt het veel moeilijker om daar macht mee uit te oefenen. En dat vind ik voor nu relevant aan de late Wittgenstein. Ik zie jou knikken. Nou, ik hoop altijd... Ik lees filosofie als poëzie, of ik geniet ervan als muziek. En na afloop van een stuk muziek denk ik niet van, ja, wat ben ik daar nou mee opgeschoten, waar moet ik ermee? Is heel, voor mij volstrekt irrelevant bij filosofie. En ik zou bij Wittgenstein zeggen, ik hoop dat hij niet relevant is, want geen hond leest hem. Stel je voor dat hij relevant was, dan zijn we echt in de aap gelogeerd. Want we zitten hier met z'n, ik heb het geteld, 212,8 mensen. En dus ik hoop echt dat hij niet relevant is. Maar stel je voor dat hij het is, jongens, dan hebben we echt een probleem. Maar hij is niet relevant. Niet in die zin dat de Europese geschiedenis een andere kant op gaat als we allemaal... Kun je het woordje is misschien definiëren? Ja. Hij is niet relevant. Wat bedoel je met is dan? Ik zou zeggen dat als Wittgenstein nooit iets geschreven had... Weet je wat voor invloed hij had, maatschappelijk? Moet je kijken... In Cambridge, dit is jaren 30 Cambridge, iedereen heeft natuurlijk een stropje om. En door Wittgenstein, die nooit een stropdas droeg, gingen al die studenten zo door het leven. En ze namen zijn accent over. Dat was de invloed die Ludwig Wittgenstein had op die jeugd. Nee, maar dat is... dus ik zie daar geen enkele... Dat is niet waar. Hij heeft ook heel veel door jou gehate neurowetenschappers beïnvloed. Een hele neurofilosofische stroming heeft die beïnvloed. Die steeds. Varela, Dreyfus, hoe heet ik weer? Mike Clark. Al die neurofilosofen die nu aan dat Cartesiaanse zelfbeeld aan het morrelen zijn binnen de neurowetenschap. Daar is hij ongelooflijk belangrijk voor geweest. Kunnen we daar nog een avond over doen? Ja, dat is de volgende avond. Ik wil ook nog even aan Erik vragen. Dit wil ik wel even. Nee, maar goed.
Een Wittgenstein battle dit. Nee, maar dus ik denk niet dat in dat opzicht filosofie iets te betekenen. Een filosoof als Wittgenstein denk ik niet. Weet je wat relevant is? Zat ik te bedenken op de fiets hier naartoe. De Allerhande van Albert Heijn. Dat is relevant. Er zijn miljoenen Nederlanders, en ik reken mijzelf daartoe, die zelfs hun gedrag daarop afstemmen. Wat is relevant dan? Wat is het, kun je dan uitweiden over het woord relevant? Want de automobiel, de uitvinding van de pil. De anticonceptiepil. Jemig, dat is nou eens iets wat relevant was. Daar zijn een aantal dingen gebeurd, sociaal, maatschappelijk. En we kunnen praten over wat was het dan precies, wat er gebeurde. Maar er gebeurde heel veel nadat de pil op de markt kwam. En dat soort, dus echt, ik ben niet gek, de maatschappij verandert wel, maar niet door mensen als Wittgenstein. Dat ben ik niet mee eens. Dus hij zou dan zeggen, ja, wat is je criterium voor relevant? Nou, ik heb een voorbeeld gegeven. Dus de pil. De explosiemotor. De explosiemotor, die vanaf 1890 tot 1910 is dat een beetje geprutseld. En toen kwam eens de auto. Moet je kijken wat die heeft aangericht. Jemig. Hmm. En ik wil de auto, ik ben geen auto aanbidden, maar ik wil zeggen, er zijn wel degelijk maatschappelijke veranderingen aan te wijzen die het gevolg zijn van bijvoorbeeld de ontdekking van de explosiemotor. Stoom, jemig, wat heeft dat aangericht? Ja, dus, maar filosofen hebben daar denk ik helemaal niks te zoeken. Maar dat, nou, volgens jou geldt dat voor alle filosofen, neem ik aan. Hè? Dat geldt ook voor Plato tot en met... Marx. Marx heeft ook niet zoveel effect gehad. Nou ja, kijk bij Marx. We gaan dit een andere keer verder uitvechten. Dat doen we volgend jaar. Volgend jaar doen we Marx ook een avond. Er zijn vragen in de zaal. Ja. Wacht even, er komt een microfoon aan, hoop ik. Want dan kunnen wij het allemaal... Ja, wij wel, maar daarboven. Nee, maar de zaal, wacht even. Ja. Kijk eens wat die Russische politiek filosofen aanrichten in het hoofd van Poetin. Dat zijn ook woorden. Ja, en ik denk dat Wittgenstein verbonden is met de westerse ontwikkeling van de westerse filosofie, die toch een basis is voor ook de Geneefse conventies en ook voor de mensenrechten en ook voor onze ideeën over rechtsstaat en politiek en democratie. Dus ik denk dat het een onderschatting is van de kracht van het woord als u Wittgenstein als marginaal filosoof wegzet. Ik zeg niet dat die marginale filosoof, maar luister, ik kan niet helemaal gelijk hebben. Hè, dus ik luister naar u en u zegt, dat is gewoon niet zo. Filosofen hebben wel een relevantie voor het politieke leven. Ja. Ik zie het nooit zo, snap je? Dat is, het is geen onwilligheid hoor, maar... Ik zeg het ook, ik ben arts, ik kan het ook niet helpen. Maar 99,99% van mijn patiënten, die halen het graf zonder dat ze ooit iets van... Nou ja, ze denken dat Wittgenstein ergens achter IJsselstein ligt, maar die hebben geen idee. Hebben geen idee van filosofie, geen idee. En dat zijn goede mensen met volledige levens, ik zweer het je. Die hebben een goed leven, die zijn niet dom en die lezen ook het NRC, maar die weten niets van filosofie af. En dan denk ik altijd, ik word daar een beetje nuchter van, nee, maar ja, het is... Ik denk niet dat filosofen zoveel betekenen in het leven. Maar nogmaals, die Poetin laat zich enorm inspireren door die Sechin en die, hoe heet, die, ja, die namen vergeet ik dan, maar lees die eens en je leest Poetin en kijk even wat die mensen via hun woord en hun gedachten in Europa op het ogenblik teweeg weten te brengen. En ook met behulp van de explosiemotor, dat geef ik u graag mee. Maar... Het geeft wel een richting aan de kracht van die explosiemotor. Ik vind dat u gelijk hebt. Dus je kunt dan zeggen van Wittgenstein toevallig niet, maar u zegt, kom op, er zijn wel degelijk denkers die een onmiddellijke invloed hebben op de ideeën van politici zoals Poetin, die macht hanteren en die hun ideeën daar toch maar vandaan halen. Ja, en misschien die Wittgenstein ook wel bij u en bij mij. In de manier waarop u uw leven heeft gemanifesteerd en ten opzichte van andere betekenis heeft gehad. Daar werkt die Wittgenstein wel degelijk op alle mogelijke manieren in door. Dus ik denk echt dat u een onderschatting... Ja, maar ik denk dat Wittgenstein die invloed niet op politici heeft gehad. Nee, hij is misschien niet zo'n politiek. Er is niet een politicus geweest die met de tractatus op de markt ging staan. Ja, maar dit soort dingen kun je nooit, snel tussendoor, dit soort dingen kun je nooit zo makkelijk meten als met explosiemotoren of anticonceptiemiddelen. Dit is een discussie die heel erg lijkt op, wat is het nut van kunst? Of wat is het nut van avant-garde kunstenaars die ergens in een gekraakt machinefabriek
een uur lang om hun eigen as heen draaien en 10 mensen zitten ernaar te kijken. Je kunt daarvan zeggen, ja, Ivo van Hoven zag die performance ooit op zijn 20ste, was er zo door beïnvloed en het heeft doorgecijpeld en hij heeft carrière gemaakt. Inmiddels heel Broadway kijkt, heel New York en Nederland kijkt naar de voorstellingen van Ivo van Hoven, die beïnvloed is ooit in dat kraakpand door die man die een uur lang om zijn eigen as heen draaide. Wat iets bij, dus je kunt dat niet meten hoe iets via allerlei andere wegen bij iemand terechtkomt. Misschien dat een politicus ooit heel erg geïnspireerd is door een vriend die heel erg geïnspireerd was door Wittgenstein, terwijl die naam nooit gevallen is, en zo in de Tweede Kamer is terechtgekomen. Dus dat, ja, er zijn wel verschrikkelijk veel politici geweest die Hermans gelezen hebben. Ja, en Hermans. En als je Hermans leest, dan ja, precies. Ook, ja. Via hem, ja. Dus die kan mogen dan hopen tenminste. Heel dat complex in de... Dat ze behalve Suske en Wiske ook nog eens even Hermans lezen. Je weet het soms niet met politici. Dus, ja. Daar achterin was nog een vraag aan mevrouw, begreep ik. Ja. Nou, ik was gefascineerd door wat Bo eigenlijk aangaf. Hè. Doordat je dingen aangeeft, doordat je ze benoemt, doordat je ze een naam geeft, dat je beïnvloedt. Dus voor Bert Keizer de vraag aan de ene kant van, kan je zonder dat je gelezen bent toch relevant geweest zijn? Omdat het klopt wat hij wellicht beweert en dat het dus wel degelijk invloed heeft, de taal. En misschien dan een vraag voor Erik of... hoe een genderdiscussie die nu plaatsvindt in zijn tijd, of hoe hij daarna had gekeken, om mannen mannen te noemen, vrouwen vrouwen, of hè, welke discussie daar rondom kan bestaan. En waarom denk je dat ik daar een antwoord op heb? Nou, ik denk dat je, niet een antwoord, ik denk dat je de voorstellingsvermogen hebt om voor te stellen hoe dat eruit zou kunnen zien. Ja, ja, oké, nou, dan denk ik daar nog even over na. Maar kijk, iemand kan misschien invloed hebben inderdaad zonder dat hij rechtstreeks gelezen wordt door de president van het land. Dat is eigenlijk het eerste deel van de vraag natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Zelfs al is het, als zou je het moeten beschouwen als een mystiek boek, dat kan natuurlijk ook invloed hebben. Dat is, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Erik, want dat je het werk van Wittgenstein in de eerste plaats als mystiek werk moet beschouwen, want zo komt het niet echt over als je het openslaat in ieder geval. Het komt juist wiskundig over. Dat is dus het gedeelte waar je het niet over heeft. Ja, dit is het ethisch gedeelte. Je hebt wel belangrijkste staat er niet in eigenlijk. Omdat alles wat je daarover zegt kan onzinnig is. Ja. Dat je het niet kunt zeggen eigenlijk. Want er zijn wel mensen geweest die hebben gezegd dat de andere helft van de tractatus, dat is eigenlijk het verzamelde werk van Karl Kraus. Ja. Wittgenstein zelf vond dat er een heel indrukwekkende stilte om de tractatus heen hing. En ja, de moeilijkheid is dat de... Bo heeft dat beschreven, wat Wittgenstein las in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kun je dat nog een keer zeggen? Dostoevsky. Dat is de Eerste Wereldoorlog. Dostoevsky zei, of Tolstoj zei, iemand die zich buiten de wereld weet te plaatsen, die heeft een goed leven. Nee, hoe was het? Dostoevsky die schreef... mijn tekst ligt daar. Iemand die geen buiten. Ik heb het ooit met mijn hoofd gekund. Het werkelijke doel van het leven. Degene die het werkelijke doel van het leven heeft gevonden, heeft daarmee tegelijkertijd ontdekt dat dat doel niet in het leven zelf ligt. Nee, niet nee, buiten het leven buiten zelf. Het leven zelf ja. Nog een keer, is die duidelijk? Ja. Dus iemand die het werkelijke doel van het leven heeft gevonden, heeft daarmee ontdekt dat dat doel niet buiten het leven zelf ligt. Ja. Geparafraseerd. Volgens mij was het... Ja, we pakken het er even bij. Maar waarom begon je erover, Bert? Volgens mij heb je nu na kunnen denken over die vraag van de gender... Ja, dat vind ik nog steeds heel... Nog even. Even geduld. AUB. Allemaal filosofie in actie. Hier. Ja, ja. Dus we moeten... Jij gaat even dat citaat zoeken. Ik ga even kijken of er inmiddels nog andere vragen zijn uit de zaal. Dan kunnen de mensen even nadenken hier op het podium. Nee, we willen toch even... Eerst ik las Dostoevsky die schreef dat wie buiten het leven zelf geen doel meer heeft, het doel van het leven heeft bereikt. Buiten het leven zelf geen doel meer heeft, ja. Wie buiten het leven zelf geen doel meer heeft, heeft het doel van het leven bereikt. Wat? Nee, het leven zelf is het doel.
Nou, Bo heeft nog 10 voorstellingen te gaan over die tuin. Ja. Dus dit komt vast in wordt allemaal uitgelegd. Gewoon een kaartje kopen. Ja, we komen erop terug. En in jouw stuk zat trouwens ook iets over mannen en vrouwen en Otto Weininger en geslecht en goed karakter. Misschien kwam daar die vraag ook vandaan. Over De scheppende, heel kort. Wat Wietke zijn ook liet zien is in zijn hele werk, is dat taal niet alleen maar beschrijft, maar ook creëert. Dus dat taal een creërende kracht is, een scheppende kracht. En daar gaat natuurlijk heel veel macht van uit. Daar heb je talloze voorbeelden van in het dagelijks leven. Als een vader tegen zijn zoon zegt, je bent niks waard, dan is die jongen ook niks waard voor zichzelf. De hele genderdiscussie gaat dat ook over de macht van taal, de macht van definities, de scheppende kracht van taal. En dat is daar ook zo interessant aan. Als u een vraag wil stellen, moet je even je vinger opsteken, dan komt er een microfoon. Dan kan de rest het ook horen. Russische mysticus, toch? Kennen jullie Vygotsky of niet? Nee. Nou, Vygotsky is jong, ook Russisch, jong aan ten dood. Ze zeggen TBC, maar ze denken dat hij door het toenmalige regime ten einde is geraakt, toen hij 34 was. Maar die schrijft heel erg mooi over de samenhang tussen taal, cognitie, maar dan ook hoe dat een invloed kan hebben op de hele emotionele ontwikkeling. Het is een heel erg interessante schrijver. De meeste stukken zijn nog in het Duits, maar... Leuk. Ik word er even in dit verband bij. Maar een andere... iets waar Wittgenstein de nadruk op legt, is toch zeer van betekenis en van belang en voor ons inzicht in taal. En dat is bijvoorbeeld het verschil tussen een beschrijving en een bevel en een belofte en de manier... Je kunt toch... je kan zeggen... Dat hebben we niet aan Wittgenstein te danken, dat had iedereen kunnen verzinnen, of dat hebben ook andere mensen gezegd. Maar het is toch gek om te denken zoiets inzien geen invloed heeft op de werkelijkheid. Dat is toch in ieder geval in persoonlijk opzicht al een verrijking, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat de taal voor hem iets heel vloeibaars was. Dus in die zin kan hij zich waarschijnlijk ook heel wel wat voorstellen bij genderfluiditeit. Ik hoorde net iemand boven, dat er boven een vraag was. Hallo. Ja, nog even over de invloed van Wittgenstein. Kunnen we misschien wel zeggen dat hij invloed heeft gehad op een aantal filosofen? En welke filosofen zijn dat? Dus waar past hij in het pantheon van de filosofen? Ja, het wordt gezegd dat eigenlijk na de Tractatus had je in de westerse filosofie... geschiedenis zogenaamde talige wending. Dus waar eigenlijk Wittgenstein ging voor heel veel filosofen die plek innemen, die Kant daarvoor voor heel veel mensen had ingenomen. Waar Kant zei, de werkelijkheid komt via allerlei filters bij ons binnen, zodanig dat we de werkelijkheid zoals die op zichzelf is nooit kunnen zien of kennen. Zodanig dat die niet eens bestaat, dat er alleen die filters bestaan, de categorieën en zo. Dat werd eigenlijk bij Wittgenstein vervangen voor de taal. Dus zonder taal kunnen we niet denken. Zonder het woord stoel zien we geen stoel. Zonder het woord verdriet voelen we geen verdriet. Dat ging heel ver. Dus heel veel filosofen in het kielzog van Wittgenstein, die gingen niet meer nadenken over wat is de essentie van... maar die gingen kijken, hoe gebruiken wij het woord zus en zo? En even kijken, bekende filosofen die... Je hebt verschillende stromingen, wel de taalhandelingstheorie van Austin en Searle. Ja. Die ook weer heel veel verschillende filosofen hebben beïnvloed. Hubert Dreyfus, die weer op een Wittgensteiniaanse manier Heidegger ging lezen en uitleggen, waardoor er op een heel nieuw soort Heidegger ontstond. Wat ik net zei, in de neurofilosofie, een hele interessante stroming, is Wittgenstein ongelooflijk van invloed. Die de manier waarop we over cognitie en over denken en over onszelf
en over de hersenen nadenken heel erg fundamenteel beïnvloedt. De namen die ik net noemde, Bennett, Hacker, Varela, Clark. Zijn er stromingen? De Wienerkruis. Wienerkruis, daar gaan we volgende voorstelling trouwens over, de Wienerkruis. Maar die, de positivisten, dus die probeerden met behulp van wetenschap en logica het taalgebruik helemaal te zuiveren van onzin. Dus demagogiek, maar ook metafysica en religie. Maar die zijn met de opkomst van het nazisme allemaal verspreid en gevlucht naar Amerika. Carnap, Neurath, Schlick, Weismann waren daar de grootste namen van. En die hebben op hun beurt ook weer in Amerika heel veel invloed gehad. Chomsky is geen Wittgensteiniaan. Die staan tegenover elkaar. Chomsky die zegt, het grootste porté van Chomsky, daar zou Wittgenstein totaal mee oneens zijn. Chomsky, die is een hele belangrijke taalfilosoof en politieke activist, die zei dat wij een soort aangeboren grammaticale structuren hebben, waardoor wij in staat zijn om een talig wezen te zijn. Wittgenstein die zou daarvan zeggen, ja nee, dat kun je helemaal niet verifiëren, dat kun je niet checken, daar bestaan geen criteria voor. Dat is ook een hele essentialistische manier van denken eigenlijk. Dus nee, die staan wel tegenover elkaar. Maar in ieder geval is het eigenlijk de Angelsaksische filosofie is na Wittgenstein nooit meer hetzelfde geweest, toch? Nee, die is zo enorm radicaal, heeft wel misschien geen invloed volgens jou, Bert, maar ja, al die mensen verhouden zich wel tot, nou, tot de grote Wittgenstein. Ja, oké, okay, nee, ik zeg ja, heel veel invloed. Oké, we gaan langzaam afronden. Erik, van jou wilde ik eigenlijk nog weten, dat boek, die twee Wittgenstein zijn allebei clowns. Mm-hmm. Wat zit daarachter? Nou, het idee dat je een filosofisch boek zou kunnen schrijven dat met alleen maar grappen. Louter uit grappen bestaat. Ja. Maar dat is niet een metafoor voor nog iets anders? Of dan moeten we... Oh, wow. Oh, moet we... Ja. Zijn we niet allemaal clowns eigenlijk? Ja. Over invloed. Nee, maar het is wel een heel ander beeld wat je zou kunnen krijgen van Wittgenstein ook. Ik wilde dat ook wel een beetje... Ik moet altijd vreselijk lachen als ik Wittgenstein lees. Ja, niet dat dus, getormenteerde, ja, gekwelde... Ja. Het was natuurlijk een heel gekwelde ziel, maar die brengen de grootste humor voort. Meestal. In ieder geval niet voor zichzelf misschien, maar voor... Ja. Ja. Mm-hmm. Nou ja, ook omdat hij vaak die grenzen opzoekt. En waar het verwarrend begint te worden. Dus in dat stukje wat ik net voorlas, ik weet niet of mensen dat herkend hebben, was een grap van Kammergurka. Kammergurka is ook een grote erfgenaam van Wittgenstein volgens mij. Net als Gumba en Monty Python. Dus er zijn ook een paar Monty Python scènes bewerkt in de Wittgensteiniaanse zin. Maar de grap van Kammergurka was, hou op met ijsberen. En dan zegt de andere, iemand moet het doen. dat zijn van die verschuivingen in taalperspectief die Wittgenstein heel inzichtelijk en aanschouwelijk heeft gemaakt. En dat is ook wat hij geleerd heeft volgens mij van zijn grote leermeester Schopenhauer. Houd aanschouwelijk. Blijf inderdaad, zoals Bert het ook zegt, met je voeten op de grond. Bert, jij maakte vlak van tevoren een vergelijking tussen Wittgenstein en Louis van Gaal, die ik nog niet eerder gehoord had. Misschien kun je ook even met de rest van de mensen delen. Nee, we hadden het over van Gaal. Ik zei, Wittgenstein had dus prostaatkanker. En ook al in 1950 kreeg je dan oestrogeen. En van oestrogeen word je iets wat sympathieker. Nee, maar dit is echt waar. Dat is echt waar. Ja. Mijn vrouw zegt altijd, een beetje oestrogeen in het drinkwater, zeker rond het Kremlin. dan hadden we nou een hele andere actualiteit. Ja, dat is heel lullig om dat te zeggen. Maar goed, het is oestrogeen. En er gebeurt iets ook in zijn filosofie. En ik zei tegen Dan, iedereen zegt op dit moment over, Van Gaal heeft prostaatkanker. Het is geen geheim, ik mag het zeggen, want het staat overal in de kranten. Maar die krijgt natuurlijk oestrogeen. En het grappige is, Van Daal, hij is zo aardig de laatste tijd. En iedereen denkt van, dat is natuurlijk stijgende wijsheid. Maar ik denk dat er hormonaal iets aan de hand is. En dat was bij Wittgenstein ook zo. Hè. Dus in die laatste maanden was hij... Hij is een hele toegefelijke man naar zichzelf toe. En dat was hij nooit. Hij was iemand die, en dat komt door dat verrekte Joodse milieu, het streven lag altijd zo, de lat lag altijd zo verdomd hoog. Hè.
Twee van zijn broers hebben zelfmoord gepleegd, omdat de oude Wittgenstein, Karel, ja, van Koort, die laten we even buiten deze competitie. Oh, okay. Ja. Nee, maar die jongens die waren homoseksueel en die wilde, een wilde toneel op, de ander wilde de muziek in. En die vader Wittgenstein, dat was zo'n dramkont, die hield dat tegen. Ook Ludwig heeft die uiteindelijk de verkeerde kant op gestuurd, hè? Al dat vliegeren en die aerodynamica. Maar wat ik wil zeggen, dus dat strenge voor zichzelf, dat nam hij ook mee naar zijn vriendschappen. Wittgenstein was een onmogelijke vent om van te houden, omdat hij had zo'n zuiverheidsideaal. Weet je, de manier om een relatie, zeg maar, naar de knoppen te helpen, is altijd echt, maar dan ook volkomen eerlijk tegen elkaar zijn. Ja, sorry, maar dat is, er zijn heel weinig jonge mensen in de zaal, dus dat kan wel. Hè? Maar wat gebeurt nou in zijn nadagen? Dan wordt hij wordt dus een man die heel erg geduldig is met zichzelf. Iets hoekigs verdwijnt. En hij praat ook in zijn correspondentie voor het eerst over zijn homoseksualiteit. Dat is een afschuw. Hij zat zijn hele leven in de kast gezeten. Maar in zijn laatste jaren heeft hij ook een verliefdheid op een medische student, Bernard Williams. We weten dat die jongen bestond. En we hebben één foto waar die op staat, samen met Wittgenstein. Maar het is niet. In een brief aan een vriend schrijft hij over wat ik nu voel voor Bernhard. En hij heeft het over mijn liefde voor Bernhard. Dat is, heeft hij daarvoor nog nooit gezegd, zoiets. En ik vond het heel ontroerend om dat te lezen. Ja. En Van Gaal was dus eigenlijk een verkeerde afslag. Sorry. Dat is toch heel inzichtelijk. Bo, jij hebt nu één voorstelling gemaakt over Wittgenstein. Mm-hmm. Er komen er nog 10. Mm-hmm. 10. waarom 11? Ik bedoel, heb je precies in je hoofd wat er in die 11 moet gebeuren? Of was de meeste wel. Toen ik het studeerde, eigenlijk volgens mij het eerste jaar toneelschool, dacht ik al, ik wil ooit een voorstelling maken over Wittgenstein. Dat voelde ik meteen zoveel druk. Toen meteen al, mijn 25e. Ik dacht, stel dat mislukt, dan kan ik die man nooit meer lezen. Toen besloot ik al, ik verspreid over 11 voorstellingen. En bovendien, er zitten zoveel thema's in dat latere werk vooral. Denken, herinneren, bedoelen. Zoveel thema's waar je hele voorstellingen, serie over kan maken. Regels, ontzettend interessant geschreven over wat het betekent een regel te volgen. Daar kun je echt boeken over volschrijven. Dus zodoende. De eerste delen zullen vooral biografisch zijn, om het publiek een beetje te verleiden naar je zaal te komen. En dan, dus volgend jaar maart, gaat het over zijn tijd na de Tractatus en de Wiener Kreis. En de opkomst van nazisme en het populistisch taalgebruik. En dan die arme mensen van de Wiener Kreis die dat taalgebruik proberen te zuiveren en daar niet in slagen. Maart volgend jaar, Frascati. Als je wilt dat ik je uitnodig, stuur even een mailtje via mijn website. Dan kom je op een lijst en als het af is, krijg je een mailtje met een uitnodiging. Er valt heel veel over te maken. Ik weet nu al dat deel 11 zal een voorstelling zijn die alleen maar uit grappen bestaat. Zij zei er dus ooit over serieus. Ik had zo graag een filosofisch hoofdwerk geschreven waarin de taal en het denken definitief wordt uitgelegd. Alleen maar door middel van grappen. Een boek wat alleen maar uit grappen bestaat. Het is alleen zo jammer dat ik geen gevoel voor humor heb. Maar dat wordt dat is een goede grap. Door twee mensen nagevolgd. Dus dat is wel heel goed. Die eerste voorstelling die komt misschien ook weer terug, begrijp ik. Dus ik hoop het. Frascati wil heel graag nog een keer programmeren, maar het is een soort Suezkanaal van doorgeschoven voorstellingen. Dus het is heel moeilijk om nu een plek te vinden. Dus als u geïnteresseerd bent in die eerste voorstelling of in die tweede, moet je even naar de website van Bo en daar is een mailing. Ja, er staat gewoon een mailadres, mail@botaniskind.nl en dan kom je op een lijst en dan, zodra er een speelplek is, krijg je een belletje. Alle vragen die er nu nog zijn, zijn voor aan de bar. Want het is prettig dat alles weer open is en dat we gewoon nog even een uurtje mogen doorgaan hier aan de bar. Ik wil jullie alvast even wijzen op onze volgende bijeenkomst van de Bucketlist. Die is in juni en die zal gaan over Susan Sontag. Ook geen makkelijke vrouw, denk ik. Overigens, maar dat zien we dan tegen die tijd al. En voor dit moment wil ik jullie hartelijk danken. Erik Bindervoet, Bo Tarasceen en Bert Geest.
gedaan. Dank je. Oké, we hebben...